Goedenavond. Vandaag ga ik spreken over Marcel Broothuis, over zijn werk. Het idee was dat ik eigenlijk recht heb op een privélezing over Kippenberger van Vaast Colson, die in 2008 of zo is toegekend werd aan een aantal bezoekers van het Hessehuis. Ik heb dan nog en Vaast had me eens gevraagd of ik eens een lezing wou geven over Broothuis voor hem. En ik dacht dat dan nu tegelijkertijd te doen, maar Vaast is er niet. Dus dan gaan we dat dan toch maar doen. Omdat we dat dan toch gingen doen. Hè. Moet het in drie talen of gewoon in één taal? Nederlands is veel veiliger. Oké. Dus ik heb Marcel Broothuis niet gekend, want die is overleden in 1976, januari 76. En ik denk dat hij dan 52 was. In 76 was ik 13, dus ik heb hem niet gekend, maar ik heb wel een aantal mensen gekend die hem gekend hebben. Van Marenko, Izzy Visman, Bernd Lohaus en ook Maria Gillissen, zijn echtgenote. Het beeldje is uitgegaan, filmt het nog? Is het nog aan het filmen? Ja, dat is om batterij te sparen, geen probleem. Oké. Okay. Ik heb 2 jaar lang met Maria Gillissen, de derde vrouw van Marcel Broothuis, in het Broothuisarchief gewerkt en daar eigenlijk inzage gekregen in al het materiaal dat nooit aan iemand ter beschikking werd gesteld. Wie er ook kwam, vanuit Parijs of Barcelona of Tokio om iets in het archief te bestuderen, die kreeg van Maria Gillissen altijd maar één klein deeltje. Zo één map. Er waren denk ik ongeveer 3-4 keer zoveel mappen als deze. En dan kreeg iemand zo één map. En dan daar stond bijvoorbeeld op Un Jardin d'Hiver 1967. En dan alles wat er was over de Jardin d'Hiver zat hierin. En Maria gaf nooit inzicht in alles, altijd maar in één mapje, of de helft van een map. Zodat ze wist eigenlijk dat dat zeer grondig bestudeerd zou worden door de persoon die maar één map kreeg. Maar ook denk ik omdat ze grotendeels onbewust, maar toch zeker wist dat als ze alle mappen tegelijk zou geven aan iemand, dat heel het werk gereduceerd zou worden tot iets schijnbaar overzichtelijks, waardoor het zelf stuk zou gaan en ze zou het niet in leven kunnen houden. Ik denk dat ze het in leven heeft kunnen houden sinds 1976 door nooit iemand inzicht te geven in het archief. Niemand behalve ik. Ik mocht vrijuit daarin kijken en doen wat ik wou. En ik heb daar dan heel veel teksten in gelezen die nooit gepubliceerd zijn. Waaronder een filmscenario uit 1948, Bruxelles, vu par le poète. En heel veel andere teksten, projecten voor teksten, stukken gedichten en zo, die nooit gepubliceerd zijn. Ook heel veel kleurendia's en andere foto's die Maria Gillissen in opdracht van Broothuis had gemaakt, maar die nooit zijn gaan deel uitmaken van het oeuvre zoals dat tot vandaag is voorgesteld in alle boeken. Alle boeken werden keer op keer gemaakt door Maria Gillissen, die altijd weer dezelfde krottige documentjes ter beschikking stelde van de mensen die de vormgeving moesten verzorgen.
Er waren kleuren die als van een performance, maar ze gaf dan een bierviltje waar een schetsje op stond van Marcel of een fotocopie van een tekening die in de soep gevallen was. Waardoor niemand eigenlijk een formeel gelijkvormig overzicht kon maken van welk deel ook van Brotaert zijn werk. Ik zag dat als een fantastische strategie, maar ik heb dat eens beschreven in een tekst die ik heb gepubliceerd in een bundeltje. En ze was beledigd door die tekst. Ze heeft mij gezegd dat ze gekwetst was door die tekst en daaruit leidde ik af dat ze dat nooit bewust heeft gedaan. En ik vond dat ze dat heel goed gedaan heeft. Of dat nu bewust is of onbewust, dat kan mij niet schelen. Trouwens, ik zie daar eigenlijk geen groot verschil tussen, bij de meeste mensen. Hoe bewuster de meeste mensen schijnen te handelen, hoe dwazer en dommer wat ze doen. Omdat bewustzijn voor hun erop lijkt neer te komen dat ze doen wat iedereen van hen verwacht te doen. Hun denkwerk bestaat er vooral in van zich te herinneren wat ze mogen doen, wat ze moeten doen, hoe ze het moeten doen. Dus wat betreft bewustzijn en onbewustzijn, moeilijke zaak. Dit alles als inleiding om te vertellen dat het werk van Marcel Brotaert wel in kaart gebracht kan worden, maar dat het een ingewikkelde kaart moet worden. Een beeld dat ik daarvoor heb verzonnen lang geleden is dat je zijn uiver kan vergelijken met een atomium dat uit 2000 bollen zou bestaan, waarbij zoveel mogelijk bollen met elkaar verbonden zijn door van die liefdschachten zoals in het atomium. Alle werken staan in verband met elkaar. Elk werk is een andere, is een gekantelde versie van hetzelfde. En hetzelfde, dat zijn een paar basisdingen die er voor mij op neerkomen dat Brotaert vooral aanvankelijk de kunstwereld parodieerde en zowel poëtisch als politiek wou stelling nemen. Met die verstande dat hij dat natuurlijk niet zo benoemde. Hij gaat zijn werk bijvoorbeeld sociologisch noemen, sociologiek. Dat woord gebruikt hij heel vaak. En dat betekent, ja, schijnbaar gemaakt vanuit het standpunt van een objectief academisch observator. Maar dat betekent ook sociaal bewust en het betekent eigenlijk het sociale bewustzijn parodierend alsof we de zaken bekijken vanuit het neutrale standpunt van een academicus. Terwijl we weten dat we dat eigenlijk niet doen, want kijk, we hebben maar dit. En die basishouding van Brotaert die kwam volgens mij voort uit het feit dat hij verbonden was met een milieu in het Brusselse waar drukkers, surrealisten en communisten elkaar ontmoeten. Dus er was een soort van underground waarvan ik nog laatste restanten gezien heb in de jaren 70 in de vorm van kleine boekenwinkeltjes waar je alleen maar communistische boeken kon kopen, maar dan ook een boek van Marcel Marien of een kunstwerk van Neesens of zo. Al die dingen die zaten nog zo'n beetje in de jaren 70 nog verwrongen en vermengd. En Brotaert stamt eigenlijk uit dat milieu, dat waren zijn vrienden, denk ik. Iemand heeft eens opgemerkt in mijn omgeving, ik weet niet meer wie, dat er een soort verband is tussen de Belgische surrealisten en de drukkers. En dat verband heeft ermee te maken dat iemand die een gedicht of een zotte tekening wil publiceren, ja, dat die een drukker nodig heeft.
En omgekeerd, dat als je een drukker bent met een beetje verstand, dat je direct zin hebt om in een gedicht te drukken of een tekening te drukken of een mooi boekje te maken. En, dat zie je vandaag ook. In het werk van Idris bijvoorbeeld, die begrepen heeft dat je met printdeal.nl snel een boek kan maken en dat dat niet zoveel kost. En dan direct begin je te denken vanuit die mogelijkheden, vanuit die drukmogelijkheden. Heel veel verschuivingen in de kunstwereld zijn altijd een gevolg geweest van nieuwe druktechnieken. De litho bijvoorbeeld in de 19e eeuw. De eerste rang Xerox fotocopieermachine in Antwerpen die Palmerenko voor 5000 frank gekocht heeft en waar hij happening news mee gemaakt heeft. En elke keer is een bepaald soort vernieuwing in kunst te wijten aan nieuwe druktechnieken. Wel, die Broodaars kan je oorspronkelijk zien als iemand, ja, hij was ook boekhandelaar, tweedehands boekhandelaar. Als iemand die uit dat boekenvakmilieu kwam, als chageraar met boeken die een paar mensen kenden op café, die ook wel soms eens een boekje drukten en dan ook wel een keer een surrealist drukten. En dit alles aan inleiding om te vertellen waarom zijn inspiratie oorspronkelijk literair is, maar ook poëtisch in de bredere zin en ook politiek. Die dingen waren verbonden. Maar als je het boek Le Dernier, Mon Dernier Soupir van Louis Buñuel leest, dan zie je dat het surrealisme voor Buñuel een fundamentele politieke stellingname was. Hij wou geen succes hebben, hij wou niet deelnemen aan wat populair was, hij wou niet politiek correct zijn. Hij wou eigenlijk vooral al die dingen niet doen. Dat was voor hem surrealisme. Er is een passage in zijn boek waarin hij beschrijft dat hij deelneemt aan een kerstdiner bij Charlie Chaplin in Hollywood en dat hij op een bepaald ogenblik niet meer kan weerstaan en zich losrukt van de eettafel en zich op de kerstboom stort en die probeert kapot te scheuren, wat hem niet lukt en waarna hij door Chaplin buiten gezet wordt. Er is ook een verhaal waarin Buñuel, ik denk in San Sebastian, ziet dat een man in elkaar geslagen wordt en hij vraagt aan mensen die van San Sebastian zijn waarom wordt die man in elkaar geslagen en ze zeggen omdat hij geen hoed op heeft. En hij vraagt hoe te slaan die in elkaar omdat hij geen hoed op heeft. Ja, want dat wil zeggen dat hij homoseksueel is. En Buñuel schrijft dat hij op dat ogenblik zijn hoed afneemt, op het trottoir legt, erop springt en daarna nooit meer een hoed draagt. Die attitude, die vind je ook bij Broodaars. En wanneer hij 40 is, en als dichter, denk ik, van 4 gepubliceerde dichtbundels geen enkel succes heeft gekend, en naar zo'n vergadering gaat van zo'n communistische minicel, zich voorneemt om de restanten van de oplagen van zijn dichtbundel Pense Bête in gips vast te zetten en daar aan de ingang van een vergaderlokaal op een tafeltje te zetten. Waarna zegt hij na afloop eigenlijk verbouwereerd was door het feit dat niemand had daar een bundeltje uitgetrokken. En hij zei, als niemand daar een bundel heeft uitgetrokken uit die gipsen toestand met een voetbal daarin gedrukt en die openwaaierende dichtbundels, als niemand daar een bundel heeft uitgetrokken, betekent dat ze eigenlijk dachten dat dat een sculptuur was. Dus je kan eigenlijk sculpturen maken. Dat begint eigenlijk zeer naïef. Hij heeft dan net voordien als would-be journalist een tekst geschreven over George Segal en dat was een man die gipsen sculpturen maakte. En hij heeft een beetje daarnaar kijkend op een naïeve manier zo met gips ook een sculptuur willen maken met die dichtbundels in.
En daarna besloten, ja, ik ga dat dan nu maar een beetje verder doen. Ik ga dan verklaren dat ik mij wil opstellen als kunstenaar voortaan, dat ik ook mijn werk te koop zal stellen, dat ik een bepaald percentage zal afstaan aan een galeriehouder. En dat ik eigenlijk iets onoprecht zal doen, iets insincère, zegt hij. En vanaf dan gaat hij eigenlijk een uiver vervalsen. Hij vervalst eigenlijk, hij maakt eigenlijk een valse uiver. En het vervalsen, het onechte, is het uitgangspunt. Hij wordt geen kunstenaar, hij gaat doen alsof hij kunstenaar is. Of hij gaat deelnemen aan die oneerbiedige bedrijvigheid die het kunst maken en het verkopen van kunst is in zijn ogen op dat ogenblik. Dat is een attitude in 1964 ongeveer die heel in de mode was en dat is blijven duren tot in de jaren 80, denk ik. Alles wat commercieel was, was slecht. Niks mocht iets opbrengen. En als het goed verkocht was, ABBA, dan was het stront. Johnny Cash was ook verboden, Leonard Cohen ook. Alles was eigenlijk verboden voor de linkse goede gemeente. Behalve als het goed bedoeld en slecht was. En Broodtaars, ja. Die dacht wel een beetje zo, maar tegelijk ook niet. Want dat was eigenlijk een burger. Een burger en een oplichter. Dus bijvoorbeeld... In 1968 bezetten hippies het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. En Broodtaars wordt daarbij geroepen door de directeur om te bemiddelen tussen de politie en de hippies. Wat hij ook heeft gedaan. Je ziet hem op foto's zo met die hippies, of provo's of weet ik wat. Mensen die ballonnen kwamen opladen en die eisen dat het Paleis voor Schone Kunsten een ware cultuurtempel voor het volk werd. Je ziet Broodtaars daarbij in kostuum. Maar die is er eigenlijk bijgeroepen door de directeur om ze te kalmeren. En dat is ook wat hij doet. Dus eigenlijk is hij niet zomaar iemand die... Hij is niet tegen het establishment. Hij komt uit die drukkerskringen, surrealistische kringen, communistische kringen. Maar hij is een buitenstaander die met al die dingen lacht. En hij is ook geen hippie, hij is ouder dan de hippie, hij heeft daar niks mee te maken eigenlijk. En hij is al 40. In 68 is hij 44. Hij is een oude lul. En hij gaat dan wel bemiddelen, maar dan gaat hij naar huis, naar de Boomkwekerijstraat. En dan beslist hij daar zijn eigen museum te starten. En om maar te zeggen wie hij is, dus hij maakt zijn eigen museum, zoals hier Café de Eindterm ook in, gewoon een eigen Luca is. Maar je maakt je eigen Luca en je verlost jezelf van het achterlijke verlangen ooit eens iets in een Luca te mogen gaan zetten. Dus dat idee van die hippies, dat het PSK een cultuurtempel voor het volk moest worden, ja. Wat zou dat dan betekenen? Wat gaat het volk daar dan doen? Mensenkermissen organiseren? Of vendelzwaaien? Of bowlen? Of wat gaan ze daar dan eigenlijk doen? Hè? Vraag ik mij af. Anders dan het ambetant vinden dat er alleen maar mensen komen viool spelen, waar alleen maar mensen in tuxedo naar komen kijken met hun maîtresse of hun vrouw. Omdat die begoede mensen of die rijke mensen of die luie mensen of die mensen die niks beters te doen hebben, ja, toch ook ergens naartoe moeten s'avonds.
En dat is het Paleis Verschone Kunst. Dat is zo'n plek waar die samen gaan dromen dat ze de mensheid mee veredelen door naar een opvoering van Tchaikovsky te gaan kijken of zo. Hè? Ja. Wat wil het volk daar dan eigenlijk gaan doen? Ja, ik weet het ook niet hoor. Behalve ballonnen oplaten. Enfin, Broodhuis die dacht dat ook. En die richtte dan zijn eigen museum op. Voer voor intellectuelen natuurlijk, hè, zo'n museum van Broodhuis. Vooral als ik nu moet zeggen wat dat eigenlijk was. Ik zal nu zeggen wat dat eigenlijk was. Oorspronkelijk. Hij wou een museum open doen en hij wou dat dan ook. Ja, hij wou iets op in. Ik denk dat hij gewoon mensen wou uitnodigen. Maar hij was heel arm en hij had geen stoelen. En daarom kwam hij op het idee kisten te zetten om op te gaan zitten. En hij kon toevallig aan kisten geraken van een transportbedrijf dat Menkes heette. Wel grappig, Menkes, want dat is Menkes eigenlijk, maar die heette Menkes, een soort precies N-E-N-K-E-S. Die had, en ik denk dat hij dat bedrijf heel tof vond, omdat die vrachtwagens hadden die eigenlijk een soort layout hadden die op Gallimard af te leiden. Als je kleurdeels ziet van die vrachtwagen, die zijn prachtig, die gingen met zo'n rode lijst rond. En die letters zijn ook gekleurd, ook rood en blauw of zo. Prachtige vrachtwagen. Ik denk dat hij dat gezien had en mooi vond. Dan heeft hij hen gevraagd of hij een paar kisten mocht lenen waar dan mensen konden gaan op zitten. En dan heeft hij gevraagd of die vrachtwagen die die kisten bracht niet voor zijn huis kon blijven staan. Op zo'n manier dat je door de ramen van zijn huis mijn kist kon zien door twee ruiten. Dus de vrachtwagen buiten met zijn Gallimard-kaft maakte deel uit van het interieur van zijn museum, denk ik. En dan, de kisten stonden daar dan, en dan hingen daar postkaarten bij, bijvoorbeeld van een portret van Napoleon door Ingres, want hij hield veel van Ingres. Suggererend dat die werken in die kisten zaten misschien, maar hij hing postkaarten op. Die postkaarten vertegenwoordigen een afwezig kunstwerk, en dat is een heel belangrijk ding. Maar wat ook deel uitmaakte van zijn museum, dat was een schildpad in de tuin. Er zat dus een schildpad, die daar altijd was. En ik heb dat gelezen, ik weet niet of dat ergens te zien is, maar in zijn allereerste beschrijving van zijn museum somt hij de hele inboedel op en die schildpad maakt daar deel van uit. Die schildpad zal nooit vermeld worden door een intellectueel. Dat is eigenlijk waar het over gaat, denk ik. Als ik in het begin vertel dat ik denk dat Maria Gillissen zijn werk voor verdroging heeft behoed door het onbewust of bewust ontoegankelijk te verklaren voor kunsthistorici, en tegelijkertijd zeer intens te laten bestuderen door kunsthistorici, maar die altijd maar een klein deeltje krijgen, dan is dat ook heel belangrijk, omdat wat Broodhuis zelf doet eigenlijk in wezen altijd al ongrijpbaar was. Dus die schildpad maakt deel uit van het museum, zoals de kisten, zoals de vrachtwagen buiten en zoals de postkaarten. Dan, ik ga daar nu niet meer over dat museum lullen, behalve dat dat hele mooie varianten krijgt. Hè. Dat museum krijgt heel veel afdelingen. Op de documenta in 72, de vijfde beste documenta, heeft hij bijvoorbeeld de section de publicité van het museum getoond. Met lege lijsten en afbeeldingen van arenden. Maar hij heeft ook eens in Düsseldorf een tentoonstelling gemaakt waarin hij denk ik 500 afbeeldingen van arenden heeft verzameld. Waaronder één kop die 2 ton hoog of zo. Een gebeeldhouwd hoofd van een arend. Waarbij hij bijvoorbeeld zei, ik wil de arend hier lostonen van de ideologie die ermee verbonden is. Zoiets, ik kan het niet meer letterlijk citeren, ik ben het vergeten. Je veux dissocier l'aigle de l'ideologie, ik weet het niet meer. Dat ben ik vergeten.
Ik heb het ook 30 jaar geleden gelezen, maar ja, die arenden worden natuurlijk door de Romeinen, door de Duitsers, door de Amerikanen gebruikt op hun munten en in hun vlaggen en zo. En het mooie daaraan is louter picturaal gezien dat al die arenden er anders uitzien. Die lijken helemaal niet op arenden en die hebben ook niks met een echte arend te maken. En er zijn trouwens ook veel soorten arenden en zo verder. Dus zodra je daarmee gaat bezighouden, spat dat uiteen in duizenden verschillende voorstellingen van arenden. Waarbij, en nu komen we terug naar de postkaart van Eingeren, de echte arend afwezig blijft. En dat is een soort constante in heel het werk van Broodtaart. Bijvoorbeeld, in 1967 bezoekt hij schijnbaar het Paleis voor Schone Kunsten met een levende kameel van de Zoo van Antwerpen. In werkelijkheid doet hij dat niet. In werkelijkheid zie je dat daar die verzorger van die kameel bij is, die kameel vast heeft. Broodtaart heeft die kameel niet vast. Maar bon, ze staan een beetje te drentelen voor het museum en dan gaan ze ook een beetje de inkomhal in. Waarom doet hij dat? Wat is daar de zin van? Wel, terwijl hij dat doet, wordt hij door een vriend, Jean Arlijs, gefilmd met een 16mm camera en wordt hij door iemand anders gefilmd met een videocamera. De beelden van de 16mm camera worden vastgelegd op negatieve pellicule die later moet ontwikkeld worden natuurlijk. De videobeelden zijn direct te zien in een installatie in het Paleis van Schone Kunsten. Waar staan een aantal caféstoeltjes, een aantal palmen, op een sokkel een videomonitor en ik denk vijf fotografische reproducties van gravures van Afrikaanse dieren, waaronder dromedarissen. Dus op het ogenblik dat Broodtaart vooraan is met die levende kameel, die hij naar binnen zal brengen in die inkomhal van het museum, is er al een lege ruimte in het Paleis voor Schone Kunsten, waar je daar beelden van ziet op zo'n soort vieze groen-witte videomonitor. Zeer hip, zeer modern in 1967, rechtstreeks videobeeld. In een situatie waar je stoeltjes hebt die niet gebruikt worden, palmbomen die daar zijn bij, zowel de stoeltjes als de palmbomen waren afkomstig van een bedrijf dat Pitoors heette en dat caféstoelen en palmbomen verhuurde voor mensen die communiefeesten organiseerden of pensenkermissen. Dus ook daar, zoals Van Brenko Happening News heeft gemaakt met een rank Xerox fotocopieermachine die hij voor 5000 frank kon kopen. Zo zag Broodtaart ook, die vrachtwagen van mijn kist ziet er wel goed uit als ik dat voor mijn huis parkeer. Of, dat is wel praktisch die stoeltjes en die palmbomen. Je kunt dat dan ook organiseren om eigenlijk een soort illusie op te wekken van een jardin d'hiver, van een wintertuin, van zo'n serre waarin rijke mensen orchideeën kweken of palmbomen houden of zo. Hè. Of planten die we rechtstreeks uit Congo invoeren en die we dan in leven houden in onze jardin d'hiver. Dat is dan weer verbonden met zijn voorliefde voor de 19e eeuwse literatuur. Daarom zeg ik dat zijn huiver vergelijkbaar is met een atomium met 2000 bollen. Ik moet voortdurend over dingen niet spreken om iets anders te kunnen vertellen. Er is een lege ruimte, daar is een installatie met klapstoeltjes, palmbomen, een videoscherm waarop een rechtstreeks beeld te zien is en 5 foto's van gravures. Het zijn geen gravures, het zijn foto's van gravures. Gravures die dromedarissen voorstellen. En in die lege ruimte, terwijl hij daar buiten staat de clown uithangen met die kameel, zie je al zo'n groen-grijs beeld van die kameel, al totaal onwezenlijk, ontastbaar en griezelig ver verwijderd. En je krijgt dan eigenlijk een soort van graduele verwijdering
van het echte voorwerp. In dit geval niet de arend of een arend, maar de kameel, een kameel. En hoe zie je die installatie nadien? Ja, ik zeg de hele tijd 1967, maar het is eigenlijk 1973. Ik denk dat de Jardin d'Hiver van 1973 is. Ik vergis mij. In 1973, 3 jaar voor zijn dood, denk ik, heeft dat plaatsgevonden. Ik ben niet zeker. Maar daarna, denk ik, heeft hij 1 keer die installatie getoond. En hoe heeft hij die dan getoond? Met zo'n filmscherm erbij, projectiescherm erbij. Waarop die 16 mm film van Jean Arlijs wordt geprojecteerd. En wat zie je dan? Je ziet dat Jean Arlijs Brotaerts filmt net die echte kameel en die verzorger die Paleis voor Schone Kunsten binnenwandelen. Maar Arlijs loopt dan met, filmt ook die lege installatie. En je ziet hem die fotografische reproductie van die gravure van die dromedaris filmen. Maar je ziet hem ook die videobeelden filmen op die monitor. En dat zie je vandaag in die 16 mm film die geprojecteerd wordt op een projectiescherm te midden van stoeltjes die leeg zijn en palmbomen die daar zijn om een communiefeest te versieren dat niet plaatsvindt. En wat je daar ook voelt, denk ik, is een soort van steeds toenemende afwezigheid. Je kan zeggen dat het gaat over reproductie en origineel en authentiek en niet authentiek en vervalsen en zo verder. Maar voor mij gaat het over afwezigheid. Alsof Brotaerts dan al zijn eigen verdwijning in scène zet. En op de meest prangende manier aanwezig maakt wat het betekent er niet meer te zijn, er nog niet te zijn of er nooit te kunnen zijn. En ik denk dat bijna al zijn werken daar eigenlijk over spreken of daar iets over vertellen. In dat eindeloze kantelen en anders tonen van dezelfde dingen, maakt hij eigenlijk aanwezig het onmachtig zijn van het uitdrukken van bepaalde dingen. Dat is wat hij eigenlijk doet. En het verloren gaan van het echte, het onbereikbare worden van het echte. Van het werkelijke, van het vreselijke, van het lichamelijke, ook van het innerlijke. Dus een van zijn beroemdste werken is bijvoorbeeld Une seconde d'éternité, 1 seconde eeuwigheid. En dat is een filmpje dat 1 seconde duurt. Dat bestaat uit 24 frames. En in die 24 frames schrijft Brotaerts zijn eigen initialen, MB. En je ziet dus om de seconde MB, MB, MB. En natuurlijk begrijp je meteen dat de signatuur datgene is wat het kunstwerk maakt tot wat het is. En dat je dan op een bepaald moment ook kan zeggen, ja, dan is het signatuur genoeg. Ik kan dan ook gewoon mijn signatuur verkopen. En dat is eigenlijk wat hij doet. Er zijn veel werken van hem die gewoon bestaan in het gesigneerd zijn van iets. Een stoeltje of zo van Marie Puck of een speelgoedje van Marie Puck dat hij gewoon signeerde. Maar in deze film verdwijnt niet alleen het kunstwerk, er blijft alleen een signatuur over. Er is eigenlijk ook geen signatuur, want de signatuur lost zichzelf voortdurend op. Om de seconde herschrijft die zich. Het is niet alleen een fantoom, een fata morgana, niet alleen een projectie. Ook daar waar de signatuur zich zou moeten afspelen, op de pellicule is ze er niet. Zodra ze af is, is ze weer weg. Het is eigenlijk een signatuur in wording. Dus het kunstwerk is verdwenen, alleen de handtekening is overgebleven, maar de handtekening is ook alweer weg. Plechtig moment van stilte. Een Jardin d'Hiver is van 74. Wat zeg je? Een Jardin d'Hiver is van 74. Is het 74? Ja. Er zijn 2 momenten. Er is het moment waarop hij, ik dacht toch 73, waarop hij
die dat ding met die kameel gedaan heeft en dan daarna dat voor het eerst getoond heeft. En dat kan misschien een jaar daarna geweest zijn of zo. Misschien opnieuw het Paleis Schoonekunst, ik weet het niet meer. Maar dat is voor slimme mensen, die kunnen dat allemaal bestuderen en opzoeken. Ik ben dat vergeten allemaal. Dat is eigenlijk ook wat Maria Gillissen doet door, als zij, ze heeft prachtige kleurenfoto's van die vrachtwagens van Menkes. En ze heeft me ook verteld dat ze zo'n vrachtwagen van Menkes heeft. Ze heeft zo een gekocht. Want ik zag haar eens in onderhandeling met een directeur van een Portugees museum of zo. En die ging een broodtentoonstelling maken. En ze zei zo, we kunnen natuurlijk altijd de vrachtwagen van Menkes voor het museum parkeren. En dan zei die man... En dan zeiden we 4 minuten later, ja maar nee, maar we kunnen wel misschien die man, ik kan misschien die vrachtwagen voor het museum parkeren. Daarna zei ze tegen mij, ik weet niet waarom hij die niet wou, ik heb die gekocht, die staat hier, dat zou toch wel plezant zijn. Sindsdien, dat is 1995, vraag ik mij altijd af, waarom hebben we die nu nog niet gezien eigenlijk? Maar ja, houdt die achter de hand, voor een goede occasie. Nu gaf ons de moeite niet, waarschijnlijk niet genoeg parkeerplaats op de kaai. Ik weet niet. Maar die vrachtwagen is er wel. Zo mooi als een kanaarkaart. Maar wat zij hier doet, is ook dat werk laten verdwijnen. Dus ze heeft die vrachtwagen, ze tovert die dan weer weg. Ze heeft prachtige kleuren die als van die vrachtwagen. Ik heb er 1 mogen afbeelden na een jaar zeuren in zo'n klein boekje over Un voyage à Waterloo dat ik me daar heb gemaakt. Ik denk helemaal achteraan, op de achterkant staat een kleurfoto van zo'n vrachtwagen. Maar ze zal altijd in alle catalogi weer eens een zwart-wit foto daarvan tonen. Is die film ook met die vrachtwagen opgenomen dan? Ja, ja. Ja, voor die film komt hij met een grote... een lange neus op, een fake neus, uit zijn huis in de Boomkwekerijstraat met zo'n kist op zijn schouder. Dan plaatst hij die lege kist, de kist is duidelijk leeg, in de vrachtwagen en dan rijdt hij met die vrachtwagen naar Waterloo. Hij zet die kist daar naast een kanon en gaat op die kist zitten en hij zegt iets. Vermoedelijk de inauguratierede van zijn museum die hij daar herhaalt, maar we weten het niet. We weten niet wat hij zegt. Maar ja, ging het eens aan mijn liplezer vragen, ik weet niet of het ooit gebeurd is. Die films zijn zonder klank, dat is gefilmd, ook door Jean Leids, maar we weten niet wat hij daar eigenlijk zegt. Je ziet wel dat hij een etiket van zijn museum op het kanon heeft geplakt. Ah, en zo eigenlijk ook het kanon deel heeft gemaakt van zijn museum. Ik vermoed dat hij daar zoiets moet hebben gezegd als dat voortaan de Lee van Waterloo ook deel uitmaakt van een musée d'art moderne of zo. Waarom? Dat is zo'n een andere bol, maar daar kan ik minstens een uur over spreken. Waarom? Volgens mij, omdat alle schrijvers die... of ik zal het anders, ik zal eerst even anders beginnen. De held op literair vlak, het grootste voorbeeld, het idool van Brodaert op literair vlak was Stéphane Mallarmé. Hij heeft ergens een klein gedichtje geschreven en dat heet, dat luidt als volgt, M comme model, M comme Mallarmé, M comme Magritte. Dus Mallarmé en Magritte zijn zijn modellen, zijn basisvormen, zijn gietvormen, zijn moelen. En waarom Mallarmé? Omdat Mallarmé eigenlijk helemaal op het eind van de 19e eeuw en in het begin van de 20e eeuw tot een soort van absolute slotvorm komt van de 19e eeuwse literatuur in Frankrijk, die samen met die in Engeland, denk ik, de hoogste literatuur is die er ooit gemaakt is. Op 100 jaar tijd in Frankrijk hebben de grootste literatoren
eigenlijk de hedendaagse kunst uitgevonden door gaandeweg de banaliteit te annexeren. Zo noemt Milan Kundera dat ergens. Balzac, Stendhal, Flaubert, Guy de Maupassant, Zola. Ze hebben allemaal gaandeweg. Flaubert heeft bijvoorbeeld in Madame Bovary proberen de verveling van de provincie om te zetten in een boek. Een boek dat hem zelf zo verveelde dat hij er bijna aan dood ging. Maar de verveling, zouden we kunnen zeggen, was voordien misschien nooit onderwerp geweest van de literatuur. Dus Flaubert heeft 5 jaar gewerkt om op een massieve manier een soort monument op te richten voor de schaapachtige provincialisme, de naperij van de burgerlijke, van de kleinburger, de stomzinnigheid van de meeloper, die dan gestalte krijgt in de romantische dromen van Emma Bovary, die ook wel eens een echte grote liefde wil beleven en zo verder en zo verder. En dat is een enorme massieve blok verveling eigenlijk, die hij wou beschrijven. Hij wou die domheid beschrijven. En dat is nieuw. Ik weet niet of er voordien een Romein is of een Griek of een Egyptenaar die eigenlijk heeft geprobeerd de domheid van de andere Egyptenaar om te zetten in 400 bladzijden verveling. Zola heeft in L'Assommoir een aantal arbeiders rond de tafel een kom aardappelen leeg eten en hij laat die bladzijden lang over die patatten spreken. Het zijn toch wel goede patatten. Ja, een patat kan nooit geen kwaad. Het is toch wel lekker zo'n patatje s'avonds als je hard gewerkt hebt. Voor hem heeft niemand dat ooit gedaan en dat schokte iedereen dat je zo in een boek moest lezen over arbeiders die over patatten spraken. Dus gaandeweg hebben ze in de 19e eeuw in Frankrijk, anders dan in Engeland waar ze vooral de gothic novel ontwikkeld hebben en allemaal vormen van vroege science fiction en zo, zijn ze in Frankrijk onder invloed van mensen zoals Hippolyte gaan kijken naar wat hebben we nu eigenlijk, wat is er, wat doen we, waar is iedereen mee bezig en kunnen we dat allemaal niet beschrijven en eigenlijk zo. Eerst Balzac, later Zola, kunnen we niet eigenlijk romancycli maken die de hele maatschappij in kaart brengen. En deze hele beweging, die is uitgemond in Mallarmé. Dat is één ding dat ik daarover moet vertellen. En dan zal ik straks uitleggen welke vorm dat aannam. Maar daar is ook iets anders mee aan de hand. En dat is dat die hele beweging verschrikkelijk zwaarmoedig is. En er heeft iemand een boek daarover geschreven, een man die heet Paul Bourget. En dat boek heet... Psychologie contemporaine of zo, ik ben het vergeten. En hij tracht de zwaarmoedigheid, de spleen van Baudelaire, Flaubert, Stendhal te verklaren vanuit de nederlaag van Napoleon. Hij verklaart die hele neerslachtige... rijke, decadente, in Wismans uitmondende, prachtige, barokke, rococo, maar ook superbanaal, triviale, politiek geëngageerde literatuur die in alle richtingen uitbreidt, attractief te verklaren vanuit een enorme teleurstelling. En ik denk dat Brotaerts dat wist en dat hij daarom altijd weer over Napoleon dingen zegt. Omdat hij is ook aan het spreken over literatuur, over de droom van de literatuur, over de romantische droom, over de 19e eeuw, over Frankrijk als Franstalige Belg. Maar ook over de verdwijning van al die dingen. Over het niet meer relevant zijn van al die dingen. Over de schaapachtige vervlakking, over ja, de consumptiecultuur van de jaren 60, zoals hij die ervaarde. Hij nog steeds als een burger in maatpak zich kledend, als iemand uit de jaren 50 eigenlijk, denk ik. Maar dan met stijl, een dandy, een stijlvolle dandy die de jaren 50 niet doorgekomen is, pijprokend en mensen verneukend, maar waardig, boeken smokkelend.
zo iemand belandt dan in de jaren 60 en dat begrijpt er allemaal niks van. Heb je het allemaal een beetje modern en nieuwerwets en oninteressant. En hij heeft een enorme nostalgie naar de 19e eeuw en naar wat hij als ware literatuur beschouwde. Heel goed beseffend dat die hele literatuur is uitgemond in de zeer hermetische gedichten van Mallarmé. Gedichten die Mallarmé zelf wilde schrijven in een taal die losgemaakt was van de taal zoals die door het volk gebruikt wordt. Mallarmé droomde over gedichten waarin taal op zo'n manier gebruikt werd dat elk woord een soort edelsteen was, die alleen nog naar zichzelf verwees. Hij wou woorden die niet besmet waren door het alledaagse gebruik ervan. Dat kunnen wij ons bijna niet meer voorstellen nu dat de hele kunstwereld doortrokken is van termen uit de bankwereld, zoals investeren, renderen, of termen uit de militaire wereld van de Verenigde Staten. Ik denk dat bijna alle termen die vandaag gebruikt worden door cultuurminnende mensen uit de bankwereld of uit de militaire wereld komen. Actie ondernemen en het proces is belangrijk en ja, er zijn duizenden van die termen die ik niet ken. Onlangs vroegen ze mij of ik als leraar besefte dat soft skills belangrijk waren voor studenten, als daar waren kritisch denken en wat was er nog? Communicatie. Ik had er inderdaad nog niet aan gedacht dat communicatie en kritisch denken konden deel uitmaken van een zinvol takenpakket bij het onderwijs. En ik wist ook niet dat dat soft skills waren, dat dat vandaag zo heet. En dat als je dat zo noemt, ja, dat dat dan toch nog iets zeer meer wordt dan louter communicatie. Communicatie. Wat een woord is dat onlangs oorspronkelijk gebruikt werd door het Engelse leger om de verbindingen tussen de loopgraven te benoemen. Dat was communication. Zo herinner ik het mij toch. Eerste Wereldoorlog verbindingen tussen de loopgraven in Noord-Frankrijk zeker. Dat is wat mensen vandaag niet meer kunnen, communiceren. Zodra je zo'n woord overneemt van de legerterminologie, ontdekken we dat we daar een groot probleem mee hebben. Dus ineens kan niemand nog communiceren en heeft niemand soft skills. Maar dus, Mallarmé heeft een soort poëzie gecreëerd die bijna onleesbaar wordt of onleesbaar wordt, tenzij dat als een soort van taalpracht ziet. Als iets dat van taal gemaakt is en alleen maar taal wil zijn, een taalparel wil zijn. En ik denk dat het voor iemand als Brotaars zeer moeilijk was gedichten te maken die in dezelfde lijn dachten en nog beter waren. Hij heeft dat geprobeerd en dat is hem niet gelukt. Ik denk dat dat ook onmogelijk is. Ik denk dat de werken van Mallarmé een soort van eindpunt vormden en dat Brotaars iemand was die zo goed de kwaliteit van iets kon zien, in dit geval van die gedichten van Mallarmé, dat hij te nederig was of te beschaamd of te niet arrogant genoeg om nog iets anders te willen maken dat daarmee wilde wedijveren. En ik denk dat hij daarom tot zijn 40ste geworsteld heeft met zijn dichterschap. Flirtend met de surrealisten en een poging van daar een uitweg te vinden. Flirtend met een soort populaire cultuur, in een soort liefde voor detectieve verhalen of stripverhalen of dievenverhalen, Arsène Lupin, zo van die dingen. Hij zocht in al die richtingen naar manieren om toch iets te maken dat voor hem een bepaalde poëtische waarde had. Zoals bijvoorbeeld in zijn gedicht, ik kan het niet letterlijk citeren, maar het is zoiets als: Je suis un bois,
C'est la pire des choses qui peut arriver à un serpent of zoiets. Ik ben een boa, dat is het ergste wat je kan overkomen als slang of zoiets. Het is een beetje surreëel, het is een beetje cartoonesk. Later heb ik een gelijkaardige zin gevonden, ergens in de 19e-eeuwse literatuur. Misschien heeft het daar gewoon uit overgenomen. Het is een soort verborgen verwijzing, een soort grap. Dat weet ik niet. Ik kon Mallarmé niet overtreffen. En dan zegt hij, zijn ander model is Magritte. En dat is waar en niet waar. En dat is niet waar in die zin dat hij Magritte helemaal niet kende. Hij heeft hem één keer bezocht en dan heeft dan door Maria Gillis laten foto's van hem beiden maken waar ze zo bolhoeden wisselen, maar dat is totaal fake. Er is een brief van Magritte waarin hij over broodtaart spreekt en hij noemt hem broodtaart of doodtaart of zo. Hij kende zelfs zijn naam niet. En dan is daar broodtaart al bezig alles te enceneren. Maar dat hij een vriendschap met Magritte enceneert en hem als zijn voorvader of zijn voorganger bestempelt omdat dat past in zijn fictie, doet hij om een andere reden. En die reden legt hij uit in een fictief interview met Magritte. Er is een interview waarin Broodtaart Magritte schijnt te interviewen. En hij vraagt daarin aan Magritte, je wilt dus het mysterie weergeven door afbeeldingen van twee of drie verschillende voorwerpen die niets met elkaar te maken hebben, samen in één schilderij te verwerken. Bijvoorbeeld een giraf in een wijnglas of een fiets op een sigaar. Je wil de mysterie opwekken door die beelden die zogezegd niet bij elkaar horen naast elkaar te zetten. En je schrijft ergens dat je denkt dat het best lukt met afbeeldingen van alledaagse voorwerpen, zoals wijnglazen, sigaren of fietsen. Of een ei in een kooi bijvoorbeeld. Maar wat als we nu eens naar jouw schilderijen zouden kijken alsof het documenten zijn over het bestaan van deze alledaagse voorwerpen? En dan antwoordt Magritte in dit fictieve interview: je ne comprends pas ce que vous voulez dire. En daar gaat het over. Dat is wat Broodtaart doet vanaf dat moment. Hij gaat geen schilderij maken met een fiets zoals Magritte. Hij gaat een fiets nemen. Hij neemt alledaagse voorwerpen en hij gaat die van in het begin als grap beschouwen als sociologische documenten. Of als sporen van een bepaalde sociologische werkelijkheid. En zo komt hij dan bij de eierschalen en de mosselen. Ook weer gedacht vanuit de arte povera, mensen zoals Siegel die gipsen dingen maakte, Pan Renko die al een botten met sneeuw gemaakt had met polyurethaanschuim. Vooral arte povera, denk ik, is hij zo aan de slag gegaan met lege confituurpotten, watten, eierschalen, mosselschalen. En hij deed dat eigenlijk, denk ik, in het begin om twee of drie verschillende redenen, maar die nauw samenhangen. Ten eerste is een ei ook een O en ook een nul. Dus als je een ei tekent of een ovaal tekent, dan heb je daar direct het cadeau van een 0 en een O bij. En hij plaatst die 0 van het ei ergens ook gelijk aan Magritte en aan Mallarmé en aan zijn model. Je kan het ook zien als het begin, het begin van een geboorte, maar alles als grap en alles als sociologisch document. De mossel, le moule, la moule, wordt dan het toonbeeld van de sculptuur die zichzelf maakt, die zijn eigen gietvorm is, en bla 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 bla. Woordspeling te verbinden aan zijn gedichten, want hij heeft een bundel pansbijt gemaakt waarin hij dieren ten tonele voert en zo verder. Dat is allemaal daarmee verbonden.
Maar uiteindelijk komt erop neer dat mosselen toen goedkoop waren en dat eieren het goedkoopste eten zijn dat er is. En ik denk dat hij dat zag als sporen van zijn eigen armoede. En dat hij dat grappig vond om met eierschalen, die hij van een bakkerin uit de buurt kreeg, denk ik, omdat die dame had al zoveel duizenden keren eieren gebroken, dat hij dat altijd op dezelfde manier deed, waardoor die schalen een bepaalde eenvormigheid hadden, die formeel gesproken mooi was, terwijl hij daar ook mee lachte. Maar ik denk dat hij daar toch iets mee zegt over het feit dat hij eigenlijk alleen maar eieren te vreten heeft. En dat hij eigenlijk, ja, het bijna werk maakte met broodkorsten of zo, of met kaaskorsten of zo, of met de weinige middelen die ter beschikking zijn van de arme kunstenaar. En, want ik denk dat hij heel weinig middelen had. Als daarvoor zal ik kan misschien één voorbeeld geven daarvan. Ik weet niet of dat nodig is, maar het is een verhaal dat mij toch wel geraakt had. En dat mij ooit eens verteld is, ja, door een dame die wel geld had. En die in de jaren 60 een gehaakt kleed droeg. Nee, die in de jaren 60 Maria Gillissen en Marcel Grootaars in Antwerpen ontving. En Maria Gillissen had een zwart gehaakt kleed aan. En die dame die hen ontving vroeg haar, wauw, wat een mooi kleed, waar heb je dat laten maken en zo. En hoeveel kost dat en zo. En ik denk dat Maria het zelf gemaakt had en dat ze te koop, dat ze zei, ja, ik wil er zo één voor u maken voor 5000 frank. 500 frank, 5000 kan. 500 frank. S'avonds brengen ze Marcel en Maria naar het Centraal Station. Ze wachten nog een beetje terwijl ze het Astridplein overlopen. En wanneer ze bijna in het station zijn, draait Maria zich om en ze rent terug naar de auto van de dame in kwestie. En ze zegt, kunt je mij nu geen 500 frank geven, ik zal u mijn kleed nu geven. En ze verkoopt haar kleed en ze gaat onder haar jas naakt naar Brussel. Dat heeft mij altijd geraakt, dat verhaal, omdat je dan voelt dat er gewoon alleen maar eierschalen waren. En dat werk ook daarover gaat. Je ziet, het is een politiek document, het is een poëtisch document. Het zegt iets over de literatuur. Ik ga nu vertellen waarom. Het lacht tegelijkertijd met Arte Povera en zo. En tegelijkertijd wil het ook wel een goede Arte Povera zijn. Het heeft al die lagen tegelijkertijd. Waarom heeft het iets met literatuur te maken? Wel, het eindpunt dat door Mallarmé gemarkeerd is, betekent eigenlijk dat je kan niet verder gaan in het onthechten of het lostrekken van de taal uit de gebruikte taal om mee te schrijven, omdat je uiteindelijk alleen nog naar klank kijkt, of kleuren, of klinkers, of letters. En dat kan, maar ja, wat heeft het voor zin dat de hele wereldbevolking daarna alleen nog maar met klanken en kleuren schrijft? Mallarmé heeft het al gedaan en getoond dat dat een deel is, kan zijn van onze werkelijkheid. Wat Grootaars eigenlijk doet, is de logica van Mallarmé nog verder doordrukken door gedichten te maken met voorwerpen. Dus in plaats van de taal te willen vrijmaken van de bezoedeling door het alledaagse taalgebruik, maakt hij gedichten met voorwerpen, waardoor hij ze lostrekt van de taal. Hij heeft de taal niet nodig, hij moet de taal niet zuiveren, hij gebruikt eierschalen. En ik denk dat hij dat heeft gedaan. Dat hij van in het begin heel bewust gedichten is gaan maken met voorwerpen. En dat hij zo toch Mallarmé heeft verder gezet. En daarom moest hij Magritte als zijn andere voorloper beschouwen, omdat Magritte iets gelijkaardigs had geprobeerd door te zeggen, herhaaldelijk in al zijn brieven, ik slaag er het best in Le Mystère te evoceren als ik afbeeldingen gebruik van alledaagse voorwerpen.
Dat is totaal tegenovergestelde eigenlijk van Mallarmé. Mallarmé zei, ik moet zo ver mogelijk weg van het alledaagse als ik een autonome, rijke, krachtige literatuur wil maken. En Magritte zegt, als ik wezenlijke kunst wil maken, dan moet ik zoveel mogelijk naar het alledaagse voorwerp gaan. En Magritte was daar zeer consequent in die zin dat hij bijvoorbeeld ook opzettelijk slecht is gaan schilderen. Irène Anouar, de vrouw van Louis Cutenaire, de boezemvriend van Magritte, die heel veel titels met Magritte heeft verzonnen, Irène Anouar schrijft dat het revolutionaire van Magritte er in de eerste plaats in bestond in de jaren 20 van zo slecht en zo plat mogelijk te schilderen. Dat hij dat met opzet deed, omdat hij eigenlijk beelden wou maken die los stonden van de schilderkunst. Dat is alsof iemand zou gezegd hebben, ik wil literatuur maken die los staat van de taal of los van de literatuur. Zie je? En die beweging, die beide bewegingen, die zet Broodaerts voort. Ik ga literatuur maken zonder literatuur. Ik ga schilderkunst maken zonder schilderij. Ik ga dan niet slecht en plat schilderen zoals Magritte. Nee, ik heb dat schilderij ook niet meer nodig. Voorwerp. En dan zodra je dat gedaan heeft, foto's maken van die voorwerpen, dia's maken van die voorwerpen, diaprojecties maken met foto's van voorwerpen, diaprojecties maken van kinderboeken waarin voorwerpen worden afgebeeld, twee diaprojecties naast elkaar projecteren waardoor er voortdurend samen, dingen samen gebeuren. 82 films maken over het feit dat film niet bestaat. Dus ik heb eigenlijk 2 jaar bij Maria Gillissen gewerkt om naar al zijn films van Broodaerts te kijken. Er lagen honderden filmblikken in heel het huis, in de kelder, op zolder, in de slaapkamer, in de keuken, overal. Ik ben er nooit in geslaagd van al die filmblikken samen te krijgen, dat was nooit de bedoeling. Maar ik heb wel al 82 films bekeken, beeld per beeld. Ik heb scenario's gemaakt van alle films. Ik heb films opnieuw gemonteerd met Maria Gillissen. Verschillende eindes aan verschillende films gebreken, nieuwe versies gemaakt en zo. In een eindeloze, voortwoekerende vermeerdering, proliferatie van alle blikken die er al waren. Heel vaak toen ik daar was, dan zei maar ja, ik heb vandaag een nieuwe kopie laten trekken, maar ze was een beetje te blauw. Elke keer als iemand een film van Broodaerts ergens wou tonen, zei maar ja, ik heb wel geen film ter beschikking, dat kost 1000 euro. En dan ging ze naar Elsen en in zo'n soort cinema, waar je je negatief kunt laten omzetten in een positief. Ik ben er één keer met haar naartoe gegaan en dan zat ze zo in de zaal en zei ze, iets geel! Nee, toch niet, iets minder geel! En dan trok ze een nieuwe positieve kopij, die ging dan naar Beaubourg of zo, of naar Oslo. En dan kwam dat terug in een nieuw blik dat ergens in huis werd opgestapeld en waarvan niemand wist welk blik is van 1963 en welk is gisteren gemaakt, allemaal door elkaar. Maar als je naar die films van Broodaerts kijkt, dan zie je dat hij van in het begin dat hij wist dat een bewegend beeld niet bestaat. En vanaf dan wordt voor hem een film eigenlijk de nostalgische herinnering aan het niet bestaan van film. Alle films bestaan uit statische beelden en dus heeft hij 82 varianten gemaakt daarop. Ik zou die nu kunnen beschrijven, maar ik heb geen zin meer erin nu. Een variant was een schilderij. Hij had een schilderij en dat schilderij heeft hij genoemd Analyse d'une peinture en het schilderij zelf was de film. En hij heeft dat schilderij als film willen tentoonstellen bij Yvon Lambert in Parijs, maar Yvon Lambert zei, er komen geen schilderijen in mijn galerie binnen. Zelfs als het als een conceptueel kunstwerk werd voorgesteld dat eigenlijk een film was, mocht het nog niet binnen. Wat ook hier zo was, in de Wide Wide Space kwam geen schilderij binnen. Ik denk dat het eerste schilderij dat Bernd Lohuis en Annie de Dekker gekocht hebben, een schilderij van Ansel Vergara was in de galerie van hun dochter om haar hun dochter te steunen. Voordien kwam daar geen schilderij binnen. Dat zijn dingen die nu zeer vreemd lijken, alhoewel het tijd wordt dat iedereen dat wel weer beseft, dat een schilderij toch maar eigenlijk
een waardeloos ding is. En dat gaat heel veel lef moeten hebben om te durven een schilderij maken en toe te voegen aan alle schilderijen die er al zijn. Bijvoorbeeld, in zo'n film was bijvoorbeeld een generiek die hij had getekend op een lange strook papier en dan gleed hij met zijn camera over die strook papier. En dat was de film. Dus alle beelden van de generiek onder elkaar getekend en dan in één mooie beweging gefilmd. Prachtige film. Ik kan die allemaal beschrijven, maar dat ga ik nu niet doen. Maar je ziet dus eigenlijk in heel zijn uiver vindt een soort verdwijntruc plaats en wat er eerst verdwijnt is de 19e eeuwse literatuur, maar die komt dan terug in de vorm van die palmbomen. In de 19e eeuwse literatuur die zwaar romantisch is, is de reis zeer belangrijk. Alle rijke mensen in de 19e eeuw, de mannen, de jonge mannen, moesten een wereldreis maken. Die werden op een boot gezet, Baudelaire ook. Flaubert is naar Egypte gegaan en zo. En al die dingen, die maakten deel uit van die cultuur. Ook postkoloniale cultuur, jaren 30, 40, 50, in België, de Sanseverias, de ficus, alle kamerplanten die eigenlijk uit Congo kwamen. En ik denk dat die planten van hem daar een beetje naar verwijzen, naar zo die kleinburgerlijke gewoonte van zo van zo'n Congolese potplant in schemerduister in je kot op de vensterbank te zetten. Of er dan zo een aantal naar uw hof te slepen om de plechtige communie van uw zoon of uw dochter op te luisteren. Een soort zeer droevige herinnering aan het glorieuze koloniale verleden, dat denk ik dan voor in zijn hoofd verbonden was met de grote literatuur van de Franse 19e eeuw. Wat kan ik nog vertellen? Zonder in duizend details te vervallen, waardoor alles openbarst. Grote verdwijntruc. De literatuur is verdwenen, het schilderij is verdwenen. De surrealisten zijn verdwenen. Het communisme is verdwenen. En Marcel Broodaerts is denk ik ook verdwenen. Ik denk dat heel zijn werk doortrokken is van een onvoorstelbaar verlies. En dat al zijn werk voortdurend het verlies aanwezig maakt. En dat het eerste verlies, het verlies is van Broodaerts zelf. Hij is 3 keer getrouwd geweest. Hij had 4 kinderen, denk ik. 3 kinderen, 3 keer getrouwd, denk ik. Pierrette, Constantin, Marie-Puc. En wanneer hij begint kunst te maken, is hij 40, heeft hij al 2 huwelijken achter de rug. 2 kinderen die al relatief groot zijn. Hij leeft dan al in een enorm verlies, denk ik. De 19e eeuw is hij ook al verloren. De jaren 50 is hij ook al kwijt. Alles is eigenlijk weg. En hij zelf is ook weg, denk ik. Van in het begin. Hij schrijft daar ook over bij de film Une seconde d'éternité, waarin je dus zijn handtekening zichzelf altijd weer ziet constitueren. Hij heeft daar een gedicht bij geschreven dat heet Une seconde pour Narcisse. En Narcissus is eigenlijk een figuur die in zijn weerspiegeling naar zijn innerlijk zoekt. Hij kijkt naar zijn weerspiegeling omdat hij eigenlijk niet weet wie hij is, omdat hij niet voelt wie hij is, omdat hij geen besef heeft van een soort van innerlijke coherentie die hij een identiteit zou kunnen noemen.
Omdat hij dat niet ervaart en niet voelt, moet hij zichzelf bekijken doorheen de blik van de anderen, moet hij artefacten maken, zoals kunstenaars doen, om ter goedkeuring voor te leggen aan de anderen, of moet hij naar zijn spiegelbeeld kijken? En wanneer hij dat doet, zit hij in een lege lust buiten zichzelf. En in het gedicht Une seconde pour Narcisse, dat gekoppeld is aan Une seconde pour Eternité, beschrijft Brotard zichzelf eigenlijk als een toeschouwer, als een buitenstaander die naar zichzelf en naar de wereld kijkt, als iemand die bijna afwezig is uit zijn eigen leven en uit zijn eigen lichaam, uit zijn eigen tijd. Hij is altijd totaal oneigen tijd, zoals ook Nietzsche. Hij is geen hippie. Hij gaat niet het Paleis voor Schone Kunsten bezetten. Hij is geen Artipovra kunstenaar. Hij is geen minimal kunstenaar. Hij is geen theoreticus. Hij is geen socioloog. Hij is geen academicus. Hij is ook geen literator. Hij is een mislukt literator. Hij is een mislukt boekenhandelaar. Hij is een mislukt communist en hij is een mislukt surrealist. Hij is eigenlijk alles niet. En eigenlijk heel zijn werk, en dat heeft hij op 12 jaar tijd gemaakt, wordt gedacht vanuit het niets, niet iets zijn. En dat, denk ik, is uiteindelijk het moeilijkste weer te geven of te bewaren als je later over zo'n persoon wil berichten. En dat is misschien de reden waarom er nieuwe mensen moeten kunst maken. Want die kan als ouder wordende persoon, die nog mensen heeft gekend, die die man hebben gekend en die zwaar waren beïnvloed door hem, zoals ook Walter Svenne, die heb ik daar straks niet genoemd, dubbel treuren over het verloren gaan van het aanwezig gemaakt zijn van de afwezigheid van Brotaars. En ik kan erover treuren dat er geen enkel Belgisch museum is dat er ooit in geslaagd is. Tenzij 10 jaar geleden in het Paleis voor Schone Kunsten, toen Maria Gillissen nog een heel mooie tentoonstelling heeft gemaakt. Maar ik kan er blijven over treuren dat die dingen nooit meer op een waardige manier zodanig getoond worden dat jonge mensen nog kunnen voelen waar het over ging. Of ik kan gewoon hopen dat jonge mensen het opnieuw zullen doen en misschien beter zullen doen op een meer geëigende manier en daar gewoon afstand van nemen. Dat is misschien het beste. Het eerste wat verloren gaat wanneer zo iemand sterft en wanneer Maria Gillissen later ook de touwtjes uit de handen geeft, is het de essentie van wat er eigenlijk gemaakt is. En dat is in zijn geval volgens mij wat ik heb beschreven. Het niet zijn van Marcel Brotaars. Wat eigenlijk alleen maar iets betekent omdat wij allemaal zelf niets zijn of niet zijn. Ik denk dat 98% van alle tijd en alle levens van bijna alle mensen gevuld worden met het navolgen van voorschriften die ze nooit in vraag gesteld hebben, nooit begrepen hebben. Nooit hebben willen veranderen. En dat geldt ook voor de meeste kunstenaars. Ik denk dat bijna alle kunstenaars kunst maken die gemaakt wordt op een manier waarop algemeen wordt geacht dat kunst moet worden gemaakt, waardoor dat totaal zinloos is. Die heeft totaal geen. Dat is niet iets dat Brotaars deed. Wat Brotaars deed was daarover nadenken en op een plastische, visuele manier daar verslag van uitbrengen of dat voelbaar maken. Dus als je een tentoonstelling maakt in Düsseldorf met 500 afbeeldingen van arenden op etiketten van wijnflessen, muntstukken, wapenschilden, kanonnen, alle mogelijke vlaggen, alle mogelijke situaties waarin die afbeeldingen gebruikt worden, dan voel je denk ik op een moment de hopeloosheid daarvan, van die dat machteloos om zich heen tasten en projecteren van de mens in een poging de werkelijkheid rond hem te benoemen en te bemeesteren. Je voelt dan zo die
duizendvoudige poging de arend te vatten of de arend te misbruiken om de mensen te manipuleren in eenzelfde machteloze, graaiende poging. Dat is wat hij altijd probeerde aanwezig te maken. 82 films over het niet bestaan van een bewegend beeld. 500 afbeeldingen van arenden over de onmacht de arend weer te geven in één beeld of anderzijds. Gestalte te geven aan de macht waar die arend, dat arendbeeld maar een embleempje voor is. De futiliteit van die macht zelf, die natuurlijk ook maar tijdelijk is. Mijn frieten zijn koud. Ik weet niet wat ik nog moet zeggen. Het is goed zo. Tenzij jij nog een vraag hebt. Is er iets wat jonge mensen zouden willen weten, denk je, dat toch zin heeft? Ja, wat ik denk dat wat je er kan uit. Als ik daar nu probeer naar te kijken vanuit het standpunt van iemand die ik zou kunnen geweest zijn toen ik 25 was, of 20, dan zou ik denken, die man is niet naar school gegaan. Die had een hekel aan scholen en die zou gelachen hebben met de academisering van vandaag en die enorme humbug-productie van onbenullen. Die zelf geen artistieke bedrijvigheid hebben, maar wel aan artistiek onderzoek doen en daar boeken mee vullen en tentoonstellingen mee vullen en zo verder. Of anderzijds de huidige mode in de figuratieve schilderkunst in Antwerpen die onfatsoenlijk is en zoals Michelin Schweitzer onlangs tegen mij zei, vulgair is. Dus wat ik zou onthouden is, je hoeft geen schilderij te maken, je moet niet naar school gaan, je moet niet aan artistiek onderzoek doen. Waar gaat het eigenlijk over? Wat zegt Broodaars eigenlijk? Ik denk dat Broodaars zei dat je gewoon jezelf moet zijn. Want dat is eigenlijk wat hij deed. Hij was eigenlijk gewoon zichzelf, een soort van buitenstaander. Hij schrijft ergens in een tekst die nooit gepubliceerd is, denk ik, fantôme d'un Mallarmé que je n'ai jamais compris, je suis touriste. Spookbeeld van een Mallarmé die ik nooit heb begrepen, ben ik toerist. De postkaart en de prentbriefkaart neemt een heel grote plaats in zijn uiver. Niet alleen in zijn museum, zoals ik al zei, postkaartjes Ingres, maar hij heeft ook zelf postkaarten gedrukt. Ik heb er eentje thuis. Hij heeft ook een film gemaakt waarin voortdurend de ondertitel postkaarten komt. Carte postale, briefkaarten. Dus zijn film is eigenlijk een zogenaamd bewegende printbriefkaart. En waarom? Omdat een printbriefkaart eigenlijk bericht, verslag uitbrengt over een plek waar je niet geweest bent. Een printbriefkaart komt je berichten over een plek waar je niet geweest bent. Iemand anders is daar en die stuurt jou daar een bewijs van. Maar we weten dat die persoon die daar wel is, daar ook niet is. Want dat is een toerist. Dus die is wel in Oslo, Kopenhagen, New York, Washington of Parijs, maar die maakt daar eigenlijk niet deel uit van het weefsel. Die staat daar als buitenstaander. En daarom begrijp je bijvoorbeeld waarom een printbriefkaart voor hem super is. Die bericht eigenlijk over het niet aanwezig zijn van iemand in een stad die ook niet aanwezig is wanneer iemand anders die printbriefkaart krijgt. Die is altijd een verdubbeling van afwezigheden. Ik ben vergeten waarom ik over de printbriefkaart begon te spreken.
ja, de pretbriefkaart die gerelateerd is aan de diavoorstellingen die mensen in de jaren 60 en 70 gaven wanneer ze terugkwamen van hun vakantie. Konden kijken naar onze dia's van de vakantie en dan... ja, de vakantie is natuurlijk niet aanwezig, hè. En iedereen zit dan met een kommetje chips, neem ik aan, en een pint te kijken naar de vreugdevolle avonturen van een ander gezin in Zuid-Frankrijk, of in Knokken, of in nog erger in Blankenbergen, of minder erg eigenlijk. En dat Brotaert zei dat dan ook. Hij maakte bijvoorbeeld een film met een projectie van een toverlantaarn. Of hij maakte een film over een printbriefkaart die iemand gekregen had. Ja. Of zoals je ook de gravures hebt natuurlijk. De hele kunstgeschiedenis vroeger speelde zich af in de vorm van gravures. Niemand had de Mona Lisa gezien, maar wel een gravure van de Mona Lisa. Dus de gravure zelf, de reproductie, de foto van de gravure, de printbriefkaart, de film van de printbriefkaart, de diavoorstelling van de afwezige vakantie. Allemaal steeds weer, ik heb dat eens genoemd, ritselende papiertjes. Steeds meer vermeerderende fotocopietjes van de werkelijkheid die buiten ons bereik ligt. Ik weet niet meer waar ik over begon te spreken. Dat kwam, het zijn allemaal afgeleiden van elkaar, maar je begon over de postkaarten omdat het ging over de afwezige vakantie. En omdat je zei de fantoompijn van Malaguet. Ik ben een toerist en fantoompijn en toerist, postkaart. Ja, je suis toerist. De toerist is Narcissus, hè. De toerist is eigenlijk diegene die naar zijn eigen spiegelbeeld kijkt in een plas. Hij is eigenlijk toerist van zijn eigen bestaan. Hij kan niet ingrijpen in zijn eigen wereld. En ik denk dat dit Brotaert zo iemand was, dat hij wel 3 keer getrouwd is, maar misschien nooit getrouwd is. Hij had wel 3 kinderen, maar waarschijnlijk had hij geen kinderen. Hij was waarschijnlijk heel egocentrisch en narcistisch, zoals ik ook bijvoorbeeld. In een poging... een soort dun kartonnen harnas aan te brengen rond een volstrekte afwezigheid of een zeer groot bewustzijn van een niet bestaande identiteit. En ik vermoed dat die niet bestaande identiteit absoluut niet uniek is, maar zeer algemeen verbreid, maar dat andere mensen zich daar niet zo bewust van zijn. En dan ook niet zo de behoefte hebben van dan toch nog eigenlijk een soort wc-rolken rond zich te passen, zodat ze dan precies toch nog een beetje consistentie hebben. Ik denk dat de Brotaert zich daar heel goed bewust van was. Van zijn tekortschieten en zijn niet actief kunnen ingrijpen in zijn eigen bestaan. Je suis touriste. Het leuke daaraan is dat hij bijvoorbeeld ook zijn filmscenario Bruxelles vu par le poète, dat hij heeft geschreven in 1948, dat vertrekt eigenlijk van het Broodhuis. En het Broodhuis is zo'n museum in Brussel dat ik nooit heb bezocht. Of misschien maar 1 keer, denk ik, in de context van een Brotaertsding, dat ben ik vergeten. Maar hij bezocht dat wel heel vaak. En ik denk omdat het daar warm was. Ik denk, toen ik zelf 18, 19 was, dan zwier ik ook altijd door Brussel. En na een tijd weet je zo waar je kan gaan verwarmen. Ik wist ook dat je bijvoorbeeld op de hoogste verdieping van het Sheraton Hotel, waar je kon geraken via een lift die zich aan de buitenzijde van het gebouw bevond, ik wist dat daar een telefooncel was waar je gratis kon bellen. Want je moest vroeger muntstukken in telefooncellen stoppen. Vaak waren die stuk. En vaak had ik ook geen muntstukken. Maar ik kende zo 2 of 3 plekken waar de telefoon stuk was. Waar de telefooncel stuk was
Een van die plekken was een telefooncel die om een of andere vreemde reden op de allerhoogste verdieping van het Sheraton Hotel op het Rogierplein hadden, waar ik dan soms ging telefoneren. En zo wist ik ook hier en daar wel waar het warm was of waar je soms een keer binnen kon. Ik wist bijvoorbeeld toen ik 18, 19 was, dat als je 5 minuten na het begin van de opera daar binnen ging, dat er niemand meer was. En ik heb zo heel veel opera's bijgewoond in de Munt, vanuit de loge van de koning. Dat is zo, die loge is rechts vooraan, of was rechts vooraan, en ik ging altijd daar zitten, want daar was altijd plaats. Zo, ik heb heel veel opera's bijgewoond. Ik moest gewoon 5 minuten wachten. En dan was heel die lobby leeg, die foyer was leeg, en dan liep ik gewoon de trap op naar de loge van de koning en ging daar zitten. Er is nooit iemand die me eens komen vragen wat ik daar deed. En die loopholes, die gaten in het weefsel, die waren voor mij belangrijk als jonge persoon. Ik denk dat die vandaag minder en minder bestaan. Maar ik denk dat het broodhuis voor broodhuis zo'n plek was. Want daar kun je tenminste warm zitten. Misschien kreeg je daar ook een tas koffie van. Een lieve poetsvrouw of een concierge, dat zou kunnen. En daar wou hij zijn film beginnen. En hij heeft daar ook verschillende ideeën gehad voor zijn eerste sculpturen. Onder andere die 2 spades die hij heeft gemaakt. Eén is beschilderd met bakstenen, de voorstelling van bakstenen, en een andere met een plant. Zo'n versierde zilveren spades staan in het broodhuis. Dan waren spades gemaakt voor de eerste spadesteken. En hij heeft die daar gezien en dan omgezet voor zijn eigen werk. Dus heel veel ideeën van zijn werk kwamen eigenlijk uit dat museum. En later vond ik ook het idee om een museum op te richten. Maar ik hou er graag van dat in te koken tot het bezinksel. En het bezinksel is volgens mij dat hij kou had. Ik vermoed het. Want ik kan gauw zo enkele plekken opsommen waar ik in Brussel ook. Af en toe, ik denk daar nu aan omdat ik het heel koud heb. Hier is geen verwarming. En in het begin dacht ik nog warm te blijven met die fritten. Die zijn nu ook al op subglaciaal niveau gekomen. Dus warmte, hè, warmte. Hè. Geen stoelen, kisten nodig, prentbriefkaarten, nostalgie, afwezigheid. Afwezigheid die dan op zich ook verbonden is met de afwezigheid van Napoleon, met het mislukt zijn van het Napoleontische avontuur, Stendhal die nog even meegevochten had, of verdwaald was, zoals Fabrice Del Dondo in La Chartreuse de Parme, ergens verdwaald in een bos terwijl dat de slag van Waterloo beter bezig was. De Franse spleen en het zich uiteindelijk gaan bezighouden met onbenulligheden. Omdat ze zo'n mokerslag gehad hebben van de super, na het verdwijnen van de superromantische Napoleon. Dus daarna moesten zich gaan bezighouden met fritten en Andalous, want er was eigenlijk niks anders meer. Er waren geen dromen meer. Dat zie je ook in L'Education Sentimentale van Flaubert, waarin de beide helden na 250 bladzijden samenkomen, hun leven is afgelopen, het is voorbij geflitst op 2 uur leestijd en er is niets gebeurd. Een boek waarvan ik als jongeman dacht, dat is toch wel zwaar mislukt, zo beschrijft levens van 2 mannen en uiteindelijk is er precies niks gebeurd. wacht maar, als je zelf 58 bent. En terugblikt op wat je hebt kunnen maken en op de 4 momenten die echt de moeite waren. En op de miljoenen uren die je hebt gespendeerd in het proberen tot stand brengen van 4 van zo'n momenten. In 1990 was er een solo tentoonstelling van Walter Svenne in een Parijse galerie. En ik was uitgenodigd. Dus ik daar naartoe met mijn dochter die toen 12 was. En
Het was weer een fantastische koekenbak zoals altijd. Ik denk dat er niemand was, voor zover ik me herinner. Misschien was er 7 man, misschien 13 man. Enfin, Walter was toen 1946. Enfin, Walter was 44 en hij had een grote solo tentoonstelling in een grote Parijse galerie. En er was niemand, denk ik. Dan dacht ik, de volgende morgen toen ik wakker werd, ik ga een keer naar Broodaerts kijken, want in Jeu de Paume was een grote retrospectieve van Marcel Broodaerts gemaakt door Maria Gillissen. En het was 9 uur 's morgens en ik ben die tentoonstelling gaan bezoeken met mijn dochter. En dan, omdat het museum leeg was, er was niemand. Helemaal niemand. Kon ik horen hoe luid al die papiertjes ritselden. Dat was fantastisch. Dat was een zeer, zeer mooie tentoonstelling. Daar heb ik gevoeld waar ik mee bezig was. Door die grote stilte en afwezigheid, denk ik. Door dat enorme lege museum en al die catalogusjes en tekeningsjes en fotootjes en labeltjes en dittekes en dattekes en putsjes en toetsjes, tot ik in de Jardin d'Hiver kwam en kon voelen waarover het ging. En dat hoop ik dan altijd weer, dat er ooit eens iemand zou zijn die dat in België weer voelbaar zou maken. 31 jaar na die tentoonstelling in Jeu de Paume. En 2 minuten daarna denk ik, fuck it, dat is allemaal niet nodig. We doen wel iets in Café de Nijntern, dat is beter. Dat is fris, vers gebakken en even relevant. Dat is het. Merci. Graag gedaan. Toch slagen ze er ook wel in die catalogus van Jeu de Paume van Concierge. Het woord, hè, want hij zegt van... in dat fictief interview met een Griet staat er van de wereld die geregeerd wordt door concierge. Maar het woord concierge is zo vertaald totaal verkeerd. Dat klopt helemaal niet. Want ik denk dat daar zo, ik denk dat is zoiets wat jij ook iets gebeurd hebt, gebruikt hebt, zo, aan het concierge syndroom leidende slaven. En ik denk dat dat daar beter zou staan, maar die tekst is dan in het Engels vertaald in die catalogus, hè, van Jeu de Paume en dan. Dat is zo, er staat gewoon letterlijk niet concierge, maar er staat zo, niet, ook niet per se housekeeper of zo, maar gewoon zo een term die echt totaal een bal misslaagt. Terwijl als, ik denk als, zo gezegd, dat Broodaerts zich als socioloog ook naar voorstelt, of toch zo speelrammelt met die begrippen en dan zegt van dat de wereld door concierge wordt geregeerd, dat hij niet bedoelt van de housekeeper of zo. Dat maar is ik toch... weet niet, misschien is de concierge de persoon die ons belet van te leven in ons huis zoals we willen. Dat is zo die altijd komt zeuren en zagen. En in die zin heb je wel veel concierges overal. Hè? Maar vandaag heten die gewoon cultuurverantwoordelijken of zo. Managers. Ja, of onderzoeker of. Weet ik veel, ik kan het niet goed onthouden, maar op de Academie van Antwerpen zijn er toch 30 die geen les geven, die geen student zijn, maar die zich bezighouden met wat dat de lesgevers moeten doen met de studenten. En die hebben dat geleerd op de universiteit. En die proberen dat dan de hele tijd uit te leggen aan mij. Dat je moet denken aan de soft skills. En, maar dat is een heel grote kast zo. Steeds met groter, breder wordende kasten van mensen die, waarvan niemand weet waar ze mee bezig zijn. Toch is dat bovenste schat. Ja, dat is de crème de la crème natuurlijk. Dat zijn de slimste. Zij weten het best hoe je alles moet doen. Dat is het leren. Daar is toch het leraarschap. Ja, maar ze geven geen let, hè. Ze leggen aan leraars. Ja, die zitten daar op dat schap eigenlijk. Ja, bovenste schap, dat is het schuim, het kruim, het schuim. Het schuim der aarde. Nee, de crème is het. De room eigenlijk.
wat je er mocht afromen. Wat je er eigenlijk afschept als je wilt drinken. Concierge, wissiers, misschien waren het wissiers oorspronkelijk, deurwaarders. Zijn zo, die komen altijd de rekening verheffen. Die komen nu tv in het pakken. Ja, in Frans staat er ook concierge. Concierge. Deconcierge, ik denk zo zelfs. Dus. Ja, ik denk het. Ja, in die betekenis dan van zo'n, dus ik weet niet. De vingerwijzer. Zo. De vingerwijzer, ja. Misschien wel de beterweter ook. De handhaver, de ordehandhaver. De regelneven. De regelneven. Hoe is dat interview eigenlijk voorgesteld geweest? Zelf? Ben ik vergeten. Ik denk dat hij dat zelf gepubliceerd heeft in een... Hij heeft eigenlijk 5 of 6 artikelen gepubliceerd in een krant of een blad. Ik denk dat ik dat thuis heb. En hij heeft dat zelf gepubliceerd, denk ik. Een interview met Margriet of zo, denk ik. Maar ik ben het vergeten. Ik ben het vergeten. Denk je dat Printeel de hedendaagse vertaling is van een free press shop in de jaren 60? Ik denk dat wel. Ik denk dat dat het beste is. Dat daar een soort van commerciële vermomming van is. Alles is dusdanig commercieel dat het wel in een commercieel kader moet passen, maar toch kun je dat voor jezelf vertalen naar free press shop. Zoiets? Ik heb gisteren een boekje gemaakt. Ik ben begonnen om 8 uur 's morgens en het moest om 3 uur binnen, anders kreeg ik het niet meer op tijd klaar. Next day delivery. En het is klaargeraakt. Proficiat. Er staan illustraties in van schilderijen die nog in de maak waren. Dit zou gaan. Op het einde, juist voor 3 uur, kon ik nog de foto van het laatste schilderij maken. Je hebt er toch van achterin geschreven opgepast. De schilderijen zijn nog niet droog. Ja. 282,5 euro voor 250 boekjes. Dat is bijna free press eigenlijk. Dat is 80 euro. Dat is free press, dat is wat. Dat is uw parkeerticket weer al niet betalen of zo. Dat is eigenlijk dat. Hè. Ja, ik denk dat we beter nu buiten dan eens gaan kijken. Want... Ik ben echt bevroren ook. Merci. Het duurt mij weer een dag of 6 uur. Praten over Kippenberger, eigenlijk een introductie te doen over Kippenberger. En het is dus in de context van een spiegellezing met Hans Thijs die over Marcel Broodaars spreekt. Zelf zal ik over Kippenberger spreken. Ik heb hier een boek bij, dat is eigenlijk ook het eerste boek dat ik van deze kunstenaar ooit kocht in 1997, ook het jaar van zijn dood. En dit is eigenlijk een soort van, zoals u kan zien op de hoes, een soort van, heeft een hoog in memoriam gehalte. Op die moment zelf wist ik niet dat dit eigenlijk een soort van aanvullend of een herdruk is die aangevuld is geworden van dit boek. Dat ook in 91 is verschenen. Dus hier zit eigenlijk nog 6 jaar extra werk is daaraan toegevoegd. Dus bij het maken van dit boek, bij Tasje, dat ik een heel bekend ietsje
populairder uitgeverij, met toch bijzondere kunstenaars, vind ik, of boeken van kunstenaars. Maar mij leert dat, omdat Kippenberger nog leefde tijdens dat dit boek gemaakt is, was hij volgens mij op de een of andere manier daar misschien wel bij betrokken. Want Taschen maakte ook, naar aanleiding van zulk boek, een special edition dat de kunstenaar dan signeerde in, ik denk, een oplage van 50. En ik vind dat wel frappant dat Kippenberger vermoedelijk hierbij betrokken was, omdat bij de biografie Life and Work staan heel opmerkelijke, opmerkelijke anekdotes als hoogtepunt van een jaar. En op die moment zelf, want ik moet zeggen, toen dat ik dit boek kocht, was dat eigenlijk naar aanleiding van de schilderij dat hierin stond. Ik studeerde toen schilderkunst op de academie en was enkel op zoek naar schilderij. Dus ik had een boek van Mike Kelly voor de schilderij, ik had een boek van Kippenberger voor de schilderij. En dat was puur de visuele prikkels, de hele intuïtieve reactie op, ja, naar mijn gevoel, uitdagende schilderkunst. Zoals hier een reeks zelfportretten uit 92. Nu, ik sprak over de biografie Life and Work en vandaag interesseert me nu net dat aan Kippenberger, dus het belang van de biografie, de personal, en hoe dat de kunstenaar zich verhoudt, of een groep kunstenaars, of een individu zich verhoudt ten opzichte van de ander, ten opzichte van de wereld, en eigenlijk humaniteit, menselijkheid, zeer centraal stelt in dat werk. Dus leven en werk worden helemaal verwoven. Je hebt ook kunstenaars die eigenlijk kiezen om juist in het artificiële van die kunsten bijna het leven te bannen, of in ieder geval de onhygiëne van het leven eruit te houden, om een soort van ideaal over te houden ofzo. En ik vind dat heel interessant dat hij eigenlijk echt ook de pijnlijke momenten van het leven toelaten. Ik ga even hier in de introductie staat hier al meteen een citaat dat Kippenberger sterk typeert. Hij zegt, en ik ga het Engels even lezen, of, ja, best wel. I am rather like a traveling salesman. I deal in ideas. I do much more for people than just paint them pictures. En naar aanleiding van zichzelf zo te benoemen als een reizende verkoper, had ik zo eens even opgesomd welke, hoe dat we hem nog zouden kunnen zien. Dus Kippenberger is naast een beeldend kunstenaar, schilder, tekenaar, beeldenmaker, beeldhouwer, fotograaf, volgens mij ook een danser, een schrijver, een dichter, een model, een acteur, een verzamelaar, een professor, een docent, een muzikant, een organisator, een clubeigenaar, een restaurantier of een restaurantuitbater, een curator, een directeur, een architect, een urbanist en een vader. En vermoedelijk zijn er nog een aantal dingen die ik mis. Ja, uitgever bijvoorbeeld, dat kan ik misschien ook nog wel zeggen. En dat vind ik wel spannend, dat is zulke kaleidoscopische praktijk. Ik ga dit boek even wegleggen en misschien naar aanleiding van drie andere boeken die ik even kan laten zien, even stilstaan bij de hoe daar geen enkel medium door deze kunstenaar onberoerd werd gelaten. Zo maakte hij voor elke tentoonstelling een affiche zelf, of hij nodigde bevriende kunstenaars uit om een affiche voor hem te maken. Hier heb je de verzamelde affiches, dus van 1977 tot 1997. Daar zouden we wel eens kunnen doorbladeren om te zien hoe uiteenlopend dat die beeldvorming is.
En ja, hoe dat hij ook wel heel snel durft werken en heel een gevoel van experiment heeft. Een ander belangrijk element zijn de edities, de multiples, die in 2003 hier in Mukka allemaal te zien waren. Dat was wel een verbluffende presentatie. Dus de multiple is een medium waarin een kunstwerk in oplage wordt geproduceerd en dat de kunstenaar, maar ook de verzamelaar, de kans geeft om in een ander ritme, zowel qua snelheid, qua distributie, maar misschien ook economisch, een totaal andere kans geeft om aan de slag te gaan met ideeën. Ten opzichte van de multiple is een echt kunstwerk misschien traag, log en niet dynamisch. En die multiples hebben een heel andere manier om in de wereld rond te zwerven. Dus van zijn multiples kan je nu nog aan participeren en er eentje op de kop tikken bijvoorbeeld. Terwijl dat zo'n een schilderij, dat gaat iets minder voor de hand liggend zijn. Ik vind dat wel boeiend, want de kunstenaar zelf maakt geen onderscheid in het belang van een kleine kaart of een schilderij van 2 meter op 1,50 meter. En dat vind ik wel heel boeiend en ook belangrijk. Dus dit boek, als we hier doorbladeren, ja, bij elk werk kan je wel iets zeggen, omdat dat werk zo complex is. Dat gaan we nu proberen te vermijden, omdat het echt een introductie is. Dus we weten dat hij tekent, eigenlijk ook een heel een goed tekenaar was, een schilder. Hij maakt sculpturen, installaties, dus de posters voor zijn tentoonstellingen, ook de postkaarten die bij de tentoonstelling werden uitgegeven. En dan nog een heel belangrijk element zijn kunstenaarsboeken en catalogen. Dus voor elke tentoonstelling probeerde hij toch een publicatie te maken. Soms, of ook zelfstandige boeken, trouwens. Ik heb hier een paar liggen. In totaal heeft hij 149 kunstenaarsboeken gemaakt. Of de persoon dat dit heeft samengesteld, Uwe Koch, heeft kunnen onderscheiden. En wat belangrijk is dat het kunstenaarboek, dat de kunstenaar op de een of andere manier daarbij betrokken is. En daarom kan ik dit nog eens terug vastnemen. Dit boek is daarin opgenomen. En daarom ga ik ervan uit dat Kippenberger hierbij betrokken was. Die postkaarten, posters en publicaties, net zoals de multiples, die hebben ook weer het voordeel dat die kunnen reizen, dat die heel flexibel zijn en op een andere manier in de wereld kunnen bestaan. Een boekje kan je zelfs bij een antiquariaat tegenkomen, misschien op de rommelmarkt, in een boekenschap bij iemand dat je bezoekt, of in een boekenwinkel. Een affiche zou kunnen aan een raam ergens hangen, dat zou kunnen ingekaderd zijn, dat kan je ook weer overal tegenkomen. Dat vind ik wel boeiend. Want dat wil ook zeggen dat de kunstenaar niet enkel in die hygiënische ruimte, het platform, zoals een galerie of een museum, enkel beoogt, maar ook echt die wereld in wil met zijn, in dit geval zijn werk, maar zijn of haar werk. Dan wilde ik misschien nog graag een paar eerste... Een paar van die eerste elementen die zijn ingevuld of geschreven in die biografie, waardoor dat je misschien aanvoelt waarom dat ik niet goed weet wie dat die biografie heeft geschreven. Hier staat eigenlijk geen auteur bij. Het deed me ook denken aan het belang van de biografie, bijvoorbeeld bij Ensor of Dalí of Joseph Beuys. En van Joseph Beuys en Ensor weten we dat zij beide zelf hun biografie hebben geschreven. En bijvoorbeeld bij Ensor is nu de running joke dat veel mensen gewoon daar sterk uit citeren
maar niet wil helemaal bij stilstaan dat dat eigenlijk de woorden van de kunstenaar zelf zijn. En dat vind ik boeiend. Dus ik zou dat benaderen als de biografie als object. Eigenlijk een narratief, een sculptuur. Dus ik ga hier eens iets lezen. Hij is dus in 1953 geboren in Dortmund. Born in Dortmund. The only boy in a family of five. With two elder and two younger sisters. His father is director of the Katharina Elizabeth Colliery. His mother a dermatologist. Een interessant moment vond ik dat hij in 1967... He attempts to maintain control over his freedom. In 1953 is hij geboren, dus dat wil zeggen dat hij 14 jaar is. He attempts to maintain control over his freedom of movement by going to the dance hall. He is told by the dance teacher Anna Blumke, Herr Kippenberger, don't waggle your behind like that. This exaggeration is a deciding factor. He cherishes ambitions thereafter to become the third best dancer in Europe. Dus dat is eigenlijk een voorbeeld van dat in het jaar 1967 is dat het enige wat er staat. En dat vind ik wel bijzonder grappig. En voor mij is dat eigenlijk een object op zich, die anekdote. Dus, en heel die biografie is eigenlijk voor een groot deel zo opgevat. misschien kan ik hier over scholing. In 1972, begins studying at the Hamburg Art Academy, quits after 16 semesters. Maar als ik dat uitreken, 16 semesters, dat is toch volgens mij 8 jaar. En dan, he quits, ik begrijp het eigenlijk niet. Ik vind het wel heel grappig. One semester, dat vind ik nog moedig om dan te stoppen, maar 16 semesters, dan hoef ik niet quitten, maar goed. Maar ja, ook een heel mooie is in 1976, leaves Hamburg for Florence, hoping to become an actor. He paints the first canvases in his series Uno di voi und Tedesco in Firenze. All these works are in the same format, 50 by 60 centimeters, in black and white, mainly based on postcards or on photos taken by himself. However, the project remains incomplete. The idea was for the frames of the pictures, when stacked together, to reach his own height of 189 centimeters. But the end result, around 70 works, falls 10 centimeters short. And in the... Bij de afbeeldingen is dat dan ook het eerste werk dat men toont. Er is ook een publicatie gemaakt, dat je linksboven ziet hier. En rechts zie je een deel van de zwart-wit schilderij die in Paribas, in Berlijn, zijn terechtgekomen. Ik was van zin om dit boek eigenlijk te blijven gebruiken als handleiding om te spreken over zijn werk. En hoop naar aanleiding van een paar van die beelden die ik zie, dingen tegen te komen die dat ik wil aanraken. Wat ik ook wel interessant vind voor mijzelf dan is dat ik de ervaring heb dat ik... als ik word gevraagd om te spreken, vaak improviseer. En vaak objecten als gids meeneem. En dat ik naar aanleiding van deze vraag juist op zo'n kantelpunt zit van ja, wordt het niet tijd om te beginnen meer structuur op te zoeken en eigenlijk mij te engageren om te proberen iets, een gestructureerde, geschreven uiteenzetting te doen. En ik moet ook denken, het heeft misschien ook te maken met het schrijfwerk van Mike Kelly. Ook iemand dat Kippenberger in zijn leven zal tegenkomen en die ook veel affiniteit met elkaar hebben. Dus dat idee, en Mike Kelly is een ietsje meer research-based kunstenaar die heel veel expliciet of ook eerder academische
teksten en boeken en werken zou lezen, terwijl Kippenberger extreem intuïtief was en zich voortdurend als een spons in de wereld stond. Dus die moest zich niet opsluiten in een boek, die zou zich opsluiten in een sociaal evenement, in een café, in een avond, op een opening van een tentoonstelling, met vrienden, al reizend naar Brazilië of naar Wenen, naar Syros. Dus over heel de wereld had hij zijn contacten en ik denk dat hij op een heel andere manier in de wereld zich kon voortbewegen. Maar in ieder geval, dus ik ga vandaag toch houden bij improvisatie. Als ik hier wat inbladen, dan kom ik bijvoorbeeld een van zijn vroege werken en die Knechten des Tourismus, Vassals of Tourism, is bijvoorbeeld een resultaat van een vroege reis naar New York. En het resultaat zijn een aantal foto's van Kippenberger zelf in Amerika of van beelden dat ze daar zijn tegengekomen en die dan als stickers werden gedrukt en verspreid. En ik kan me voorstellen dat Kippenberger die dan zou in de toiletten van de baars in Berlijn zou achterlaten. Dus dat het nog niet, dat zijn werk echt meer, dat hij op zoek was naar in dat leven te zijn en te infiltreren in alles behalve de expliciete kunstwereld en het atelier en de kunstmarkt. Dus zijn vroege werken zijn eigenlijk infiltraties, laten we zeggen. Een ander belangrijk punt is zijn bureau Kippenberger. Dus dan huurt hij samen met zijn toekomstige galeriste Gisela Captain een gigantisch pand in Berlijn ook. En dat noemt hij bureau Kippenberger. En er is een bekend kort filmfragment waarin hij achter zijn bureau zit en de mensen, het cameraploeg ontvangt en dan eigenlijk op een bijna arrogante manier vertelt wat dat het Kippenberger bureau allemaal doet of kan betekenen. En er is een affiche die hier ook in staat. En dat is die gele waarin dat hem aangeeft welke diensten dat hem allemaal kan aanleveren. Dus zijn idee over dat kunstenaarschap is dienstverlening. En dan zegt hem, ja, en als mensen naar het toilet willen komen, dan kan dat ook. Maar ik ben niet op deze planeet gezet om enkel schilderij te maken. Dat is eigenlijk wat hem daar zegt. En dan voelde ook een heel sterke drang om aansluiting te vinden bij de wereld. Het idee van dienstverlening vind ik wel een spannend idee. Ook om te koppelen aan dat kunstenaarschap. Want dan gaat het niet over de pure zelfexpressie, maar eigenlijk, wat is de plek van die ander? Hoe kan de ander zeggen waar ik ben of zo? En die poster daarnaast, einer von euch, unter euch, mit euch, benadert eigenlijk ook datzelfde weer op een andere manier. Natuurlijk is dat heel sterke zelfpromotie, maar het raakt ook aan van, ja, ik ben één van jullie, onder jullie, met jullie. Dus dat, ik vind dat wel, dat is iets dat steeds terugkomt. In de Kippenberger bureau heeft hij ook als curator opgetreden en een aantal mooie groepstentoonstellingen georganiseerd, waar ook catalogen van zijn gemaakt. Met heel uiteenlopende kunstenaars. Sommige die dat we vandaag nog kennen, andere die iets obscuurder zijn gebleven. Een ander belangrijk punt is dat hij co-owner of uitbater was van de ESO 36, een club in Berlijn, in Kreuzberg, dus de bureau Kippenberger en de club. Op die moment was hij daarmee bezig. In 1979 was dat. En in die club zijn echt is Lydia Lunch gepasseerd, Wire, Adam and the Ants, dus heel veel van die postpunk. En daar bestaat ook veel beeldmateriaal van en soms zie je dat Kippenberger ook op podium eindigt natuurlijk en zijn publiek schoffeert. En ja, dat is soms erg confronterend. En wat ook grappig is, dat hij in die periode ook eens sterk is aangepakt door zijn publiek of door een paar punkers, omdat hij de
de bierprijs had verhoogd. En dan is ze heel sterk toegetakeld en heeft hem daar ook weer, heeft hem dat gerecupereerd en werk rondgemaakt en hij noemt dat dialoog met de jeugd. En dus hij was binnen die punkscène, kon hij er nog in slagen om nog punker te zijn en die mensen te affronteren door een dasje te dragen en een beetje meer een snobby look te hebben. En dat heeft hem ene keer toch zuur opgebroken. En hier voelde dat iets dat eigenlijk gewoon een anekdote is, iets dat in een leven gebeurt, wordt gerecupereerd in die artistieke attitude en is een even relevante reden om een schilderij van te maken of een kunstwerk van te maken. En wat grappig is dat de anekdotische vaak afschrikt, maar ja, ik denk dat afhankelijk van in welke afstand dat je tot onze planeet hebt, qua tijd en echt letterlijk qua plaats, dat alles een anekdote is. Ik ga nu niet de zwaarste momenten van de geschiedenis bovenhalen zeggen dat dat een anekdote is, maar ik vind dat wel de moeite om over na te denken. En dan denk ik dat dat misschien wel een soort van obsceniteit heeft en dat hij eigenlijk obsceen is en zegt van ja, dat is gebeurd. Oké, ik gooi dat terug in de wereld en we zien wel wat er van komt. Een belangrijke uitspraak van hem is ook, truth is work. Arbeid, waarheid is arbeid. En een andere is, heute denken, morgen fertig, vandaag een idee, morgen klaar. Dus de snelheid is ook wel heel belangrijk. Dan komt hij tot een eerste tentoonstelling waar dat er schilderkunst wordt getoond en die reeks die noemt Lieber Maler Maal Meer. Zo, liefste schilder schilder me. En dat is eigenlijk een reeks waarin hij een professionele posterschilder heeft gevraagd om een aantal fotografische beelden dat hij aanlevert te schilderen. Dus waardoor dat hij de auteur is, maar hij heeft ze niet aangeraakt met zijn penseel, met zijn hand. Hij heeft ze niet gemaakt. En dan voelde dat hem heel een tijd op een andere manier of ook interesse heeft in hoe dat een schilderij tot stand zou kunnen komen. Hoe belangrijk dat is dat je dat zelf doet of niet. Ik denk dat hij ook, hij was enorm op de hoogte van de kunstgeschiedenis en zijn actualiteit op die moment. Kunstenaars zoals Andy Warhol, Ed Ruscha, Joseph Beuys, Picasso, daar is hem ook broodaars, daar is hem heel sterk van op de hoogte. En overal kruipen eigenlijk citaten in of een positionering ten opzichte van wat andere mensen aan het doen zijn. En dat vind ik ook heel boeiend aan zijn praktijk, dat hij een gevoel geeft van een sterk idee heeft van een collectieve oefening. Ook al is een heel hard haantje de voorste en wil hem wel op tafel springen, toch is dat constant in relatie met wat anderen doen. En soms is dat letterlijk, vooral ook in zijn boeken, een boek van iemand anders bijna qua vormgeving exact namaken en dan daar eigenlijk een kleine twist aan geven. Waardoor dat, en dat is weer ja, die humor, groteske humor, morbide humor, die is heel sterk aanwezig. Dat apprecieer ik wel en dat is ook weer iets dat ik vindt dat bij Ensor zit. Natuurlijk ziet dat er helemaal anders uit, maar ik vind dat wel boeiend. Dan is hem ook eens een keer, heeft hem een tijdje in Venice Beach in LA proberen te leven. En dan was hem daar onmiddellijk weer stakeholder. Dus dat hem geïnvesteerd voor een percentage in een Italiaans restaurant. En dat is weer een anekdote van, hij kon nergens in LA goede noedels vinden zoals zijn moeder die maakt. En dat zou hem altijd zeggen, tegen de kok, maar wel zo goed als mijn moeder. En dus had hij dat hier in Capri proberen te doen, maar ik denk ook, want de Fort Capri is ook voor hem iets, een soort van object dat op verschillende momenten terugkomt. Ook al vroeger in schilderijen. Samen met Albert Eulen heeft hem ook is de Capri helemaal beschilderd in een heel aardetoon en daar nog wat havervlokken bij ingegooid, waardoor het echt een soort van referenties naar Anselm Kiefer en zo
Benaam, dat is een beetje... en dus die Capri, dat blijft terugkomen. Ook de eiland Capri natuurlijk. Dus dat moet... Ja, wat ik daar spannend aan vind, is hoe dat iets... De graad waarin elementen die in uw systeem zitten, kunnen terug opduiken. Dat hij niet op zoek is naar een alibi om te werken, maar dat zijn manier van de wereld zien, dat hij eigenlijk te weinig tijd heeft om alles aan te raken, want alles zegt iets over de wereld. En dat vind ik wel frappant, want ik vind dat je vaak in een galerie kunt komen en een totale tentoonstelling zie, en wat het enige wat ik zie is dat iemand vooral wilde schilderen, en dan op zoek gaan naar iets om te schilderen. En hier is dat eigenlijk het omgekeerde. Dat vind ik chic of interessant, dat er eigenlijk echt vanuit dat persoonlijke alert zijn, zintuigelijk zijn, ervaren, ook mentaal, begrippen, manieren van denken, vraagstukken, dat die eigenlijk, ja, dat er een heel consequent ritme daar is. Dan komen we iets later, dus in, moet ik eens kijken, in 81 maakte hij dan een tentoonstelling waar dat hem zelf niet geschilderd heeft, maar met schilderij. En dan in 82 komen er ineens heel kleurrijke, of ook 81 zelf ook nog. Dan volgt hem dat ook echt met heel kleurrijke schilderijen. 81, 82, dan is eigenlijk nog heel, dan zit hij mee op ja, toch in de voor, bij de koptrekkers, als het gaat over schilderkunst naar een bepaalde grens te duwen. Misschien zijn ze wel erfgenamen van de periode Vache van Magritte, Picabia, misschien, dus vooral die twee figuren. En zijn ze ook met een heel bende. Werner Büttner is een goede vriend, Georg Herold en dan Albert en Marcus Eulen. En dat zijn ook kunstenaars die in die periode heel vaak samen tentoonstellingen doen. En ook die catalogen zijn erg de moeite. Hebben ook allemaal titels waar ze heel veel plezier aan hebben beleefd, samen met die te verzinnen. Ik ga eens zien of ik misschien zo eens een paar kan opzoeken. Ja, en wat ik ook wel grappig vind, is dat idee dat sommige dingen dan zo, als ik die nu zeg, dat die zo wat flauw lijken, maar ik denk dat flauwe ook deel is van de kwaliteit. Hier zo een tentoonstelling van die vier kunstenaars was: wer diesen Katalog nicht gut findet, muss sofort zum Arzt. Dan een groepstentoonstelling, of met z'n drieën, Büttner, Kippenberg, Albert Eulen, een tentoonstelling, waar hard is arbeid? De Cologne Manifesto. En dan deze vond ik ook wel. Afscheid van jeugdbonus. Afscheid van jeugdbonus. Dan waar dat ik in 97 zelf hier vooral zou bij stilstaan. Ja, is dat nu iets waar dat ik niet op in ga gaan? Die zijn wat ze zijn. Ik vind dat die wel werken, maar het is wel grappig dat die schilderkunst misschien ook wel, dat die gemakkelijker is ontmijnd, een aantal ervan. Je hebt zo, Picabia heeft werken dat ik vind dat nog altijd niet zijn ontmijnd. Ik vind die nog altijd behoorlijk moeilijk. Maar hier denk ik dat soms onze dat wij als cultuur onze smaakpapillen laten
verbreden, voortstuwen door een paar mensen die risico nemen. En ik denk, als we in België denken aan Walter Swenne bijvoorbeeld, een extreme goede en belangrijke kunstenaar, dat ook daar, ja, dat gevaar zit ergens anders. Je kunt, ik herinner me dat de eerste keer dat ik sommige van zijn werken zag, dat ik dacht van, deze kan niet. Maar intussen zie je toch ook die strategie, weliswaar een afgezwakte vorm, toch verschijnen in de academisch. En dat is spannend, want waar kun je dan formeel en qua attitude weer die gevaarzone opzoeken? Hoe ziet dat eruit? En dat vind ik wel interessant, dat is iets dat elke kunstenaar wel tegenkomt op een manier. Allemaal heel veel schilderijen. Intussen zijn de mensen van de Kippenberger Estate, dat zit bij Gisella Kaptein in Cologne, in Keulen. En zij zijn echt van de schilderijen, ook van die catalogue Raisonnées aan het maken. Dus waar echt alle schilderijen in staan. Er zijn al twee delen. En dat vind ik ook wel spannend om die te bekijken. Omdat je dan ziet wat ook een grote output hij had als schilder. En ik vraag mij ook af of dat daar ook een economisch principe achter schuilde. Dat er veel mensen die interesse hadden voor zijn schilderijen en dat misschien kapitaal genereerde om weer dingen te doen waar dan iets minder interesse voor was. Want je merkt ook in sommige briefwisselingen dat hij schrijft naar verzamelaars, dat hem op een heel eigen manier toch ook probeert kapitaal te ontfrutselen. Dus hij is echt wel bezig met het moet gebeuren en hij zal zien dat het gebeurt. En in zijn leven had hij wel veel trouwe medestanders in de vorm van galeries en een aantal verzamelaars, maar toch voelde hij zich bij leven vaak toch niet helemaal geapprecieerd. Het kwam ook omdat hij wel op de eerste rij stond, als er kon geprovoceerd worden, dan deed hij dat en dat werd niet altijd geapprecieerd. Dat is ook interessant dat in die autobiografie of in die biografie is opgenomen, maar dat zal hem zelf niet hebben geschreven, want hij was toen, of ja, dan, ja wel, dat, nee, dat, volgens mij niet, hè, want dit is uitgegeven na aanleiding van zijn dood, maar ik vond dat wel interessant om te lezen dat hij dat in 92 staat er hier, in 92 is hem ook veel al aan het lesgeven, wordt hem gevraagd als gastdocent, bijvoorbeeld in Kassel, maar ook bijvoorbeeld in Yale, Nice en op vooral Amsterdam, de Rijksacademie. En dan staat er hier, moves further and further away from the art world, lives and works in the Black Forest. En dat is eigenlijk vanaf dat punt staat er hier veel meer, wordt het bijna melancholisch, de biografie. En dat is eigenlijk echt heel ontypisch voor hem om weg te gaan van de mensen. En ja, dat is wel, vind ik wel interessant. Eens even wat doorbladeren. Misschien ook een heel mooie anekdote die wel pittig is. Of nee, nog iets anders eerst. Zo, ik vind ook wel een heel mooie installatie. Die noemt Familie Hunger. Dus de hongerfamilie. En die is nu hier zo gepresenteerd. Maar ik heb die ook al eens gezien dat die precies allemaal met z'n allen in een soort van sauna-achtige constructie staan. En dat is eigenlijk een heel interessant, als je Hitchcock's film Rear Window bekijkt, dan zie je daar in die tuin staan zo'n figuur met een gat in zijn buik. Eigenlijk een soort van Henry Moore-achtige sculptuur.
En gewoon bij het kijken van een film ziet hij dat staan en die, ah, dat is interessant. Harry Moore, figuren met dat gat in en hij voegt een punt toe, een gat in de buik, honger hebben. En dat wordt dan iets heel simpel of bijna flauw als je het zo zegt, maar dat levert dan toch heel bijzondere sculpturen op, vind ik. En zo, dat toont voor mij die alertheid aan. Dat vind ik wel interessant. En dan het staat bomvol, hè, dat idee van die, hier vind ik ook wel, dat zijn ook wel spannende schilderijen, waarin dat er bovenop de werken, waar dat echt, heeft hem zijn best gedaan om iets van smaak toch, iets dat van smaak toch niet voor de hand ligt, als beeld te gebruiken, dan dat ook zo problematisch mogelijk te proberen realiseren. En bovenop die huid, die verfhuid, gaat hem nog met van die, ja, hoe noemt dat, kit of tech bovenop schilderen, waardoor dat die huid ook nog wordt bijna onteerd met van die hele vreemde, onbestemde draden. En daarbovenop nog een aantal stickers. Heeft een hele reeks stickers. I love No Waiting. I love Mad Max. I love Eternity. I love Gala. I love Larry Flint. I love Nicaragua. En dan komen we in 86. Krijgt hij de eerste grotere tentoonstelling mag hem doen en die noemt hij dan mythe, stroom, gas. Dus huur, elektriciteit, gas. Dat is eigenlijk niet zo'n. Dat is eigenlijk een hele pragmatische titel voor een tentoonstelling. Dat vind ik ook interessant. Dat is alles behalve. Dat gaat alles behalve over eternity en het ideaal. Dus hij zegt: ja, oké, mijn werk gaat over hier zijn, over tastbaar zijn, over menselijk zijn of kwetsbaar zijn. En dat vind ik wel interessant. En voor de affiche heeft hij dan dat bekende beeld van die Challenger die dan in dat jaar ook ontploft bij het opstijgen, waar dan voor de eerste keer ooit een soort van, ja, hoe noemen ze dat, iemand dat geen opleiding had, dus een citizen, die juffrouw. En er was veel over te doen en bij de grootste moment, het opstijgen, ontploft die. En dan gebruikt hij dat als backdrop voor die affiche van zijn solo-expo. En dat is ook, ja, die graad van recupereren is pittig, maar en werd vaak ook als cynisch en agressief ervaren. Maar ik vind dat het omarmen van een gedeelde pijn eigenlijk. Dus ik zie dat anders. Dus ik apprecieer dat wel, dat hem die pijnlijke momenten echt op vastpakt en zegt, ja, dat is ook gebeurd. En ik begrijp het misschien ook. Want toen ik het geluk had om mijn eerste solo tentoonstelling te doen bij Maas en Matthijs in 2001, op de dag dat ik ondersteboven ging mijn acties te doen, vloog in de World Trade Center die twee vliegtuigen erin. En ineens, mijn grootste moment van mijn leven, die wordt wel serieus ter discussie gesteld door iets dat nog groter is en onvattelijker. En daarom begrijp ik zijn reflex te zeggen, ja, dat is ook in de wereld. En in die zin vind ik appropriatie en recuperatie, dat er ook twee kanten aan zijn. Je kunt iets recupereren met zorg dat pijnlijk aanvoelt. Je kunt ook iets recupereren vanuit de machtsverhouding. Ja, en dan ben ik daar minder fan van. En het is aan ons om voldoende fijn besnaard te zijn om de ene vorm van dingen die daar onheimlich zijn, die daar moeilijk liggen, om die toch toe te laten en niet allemaal te cancelen. En ander wel te zeggen, oké, historisch gezien is dit gebeurd. Bijvoorbeeld in het geval van België, heel het Congo gegeven,
is superbelangrijk dat dat wordt besproken, bekeken, dat al die stemmen kunnen gehoord worden. Maar dat neemt niet weg, maar dat neemt volgens mij niet weg, of dat wil volgens mij niet zeggen dat je moet proberen onze herinnering te ontsmetten en te hopen dat het dan er niet meer is. Dus hoe gaat het daarmee om? En hij kiest ervoor om heel obsceen om te gaan met dingen. Mike Kelly in zijn tentoonstelling in Sonsbeek in 1993, de Uncanny ook. Die zegt, ja, maar dit is wel ook waar we zijn. En ik vind die approach wel interessant. En ik ben niet helemaal overtuigd van pseudo-geëngageerde attitudes die eigenlijk, als het veilig is, op de kar springen. En zeggen, we zijn hier ook niet voor, maar dat we de vorige jaren ook allemaal niet hebben gehoord of gezien. Dus daar zou ik op. En wat ik ook apprecieer aan hem, is hij durft uit de kudde zijn eigen weg te zoeken. En dat vind ik niet onbelangrijk. Ook, en dat staat ook ergens in die introductie, zelfs als het vriendschappen kost. En dat vind ik echt die toewijding voor dat werk en hoe dat kunstenaarschap als vehikel om het mens zijn echt een beetje meer te satureren, ja, dat is heel vermoeiend en pijnlijk natuurlijk. En dat vind ik echt, dat waardeer ik zo aan hem en ook aan die Mike Kelly. En ja, eigenlijk had ik hier ook over Mike Kelly willen komen spreken, want dat is voor mij ook een extreem bijzondere figuur. Misschien nog een interessant aansluitend bij de pijn die in de wereld was, is er ook een persoonlijke pijn dat ik wel interessant vind. Hoe dat hij omgaat met het idee, zijn moeder overlijdt in een accident. Hè. Die komt om bij een accident van een wegaccident met een camion met paletten. En wat hij dan doet, is paletten gebruiken, en dat kan je hier zien, maar daar zullen we in moeten op inzoomen, dat hij paletten gebruikt als grondstof om een paar maquettes, dus hij noemt dat maquettes, hij zaagt daar een stuk uit en dan presenteert hij die als maquettes. En die maquettes die refereren ook naar genezings hier, 8 Mountain, dus die maquette is eigenlijk voor a resort, dus een gebouw, for recuperating mothers. En dus eigenlijk heeft precies te maken met een soort van zorgcentrum voor moeders ofzo. En ik vind dat wel best pittig, ja. Heel goed, zowel in relatie tot architecturale strategieën om te komen tot mogelijke vorm. Je hebt het bekend voorbeeld van iemand dat een ajuin gebruikt in plaats van een maquette te plakken, zegt, ja, maar die ajuin, ik snij dat door, ziet dat. Die structuren zitten er al in. En hier, ik vind dat ook dat zo aansluit bij een helemaal out-of-the-box manier om ook tot een architecturaal voorstel te komen. Wat spannend is in het smak nu bij Provoost en de Nicolai, ook twee heel goede kunstenaarsduo uit Brussel, daar ligt ook zo'n heel vitrine vol met architecturale objecten dat zij maken. Dus wat zij altijd doen is de waste dat ze produceren, dus flesjes, doosjes, om die altijd te proberen in elkaar te steken op de een of andere manier. En die houden die zo bij en zo ontstaan er ook voorstellen. Ja, als ik nu die bak in die tafel steek, misschien zit er wel een vorm in dat zou kunnen gebruikt worden als een voorstel voor een gebouw. En dat vind ik interessant hier. Dus dat er eigenlijk, ja, en hij heeft hem ook die schilderij, dat is ook zo. Hier zie je nog zo in. Ook nog zo'n paletwerk. Dan doet hij de Magical Misery Tour. En dat is dat hem naar Brazilië gaat. En daar vond ik ook een heel mooie
ingreep. Hier is gewoon een foto van hoe dat in een tentoonstelling is terechtgekomen. Maar in Brazilië, daar heeft hij een leegstaand tankstation gekocht. En heeft hem gewoon tankstellen Martin Bormann genoemd. Hè, omdat het idee van al die gevluchte nazi's, dat die allemaal naar Brazilië konden gaan. Hij is Martin, twee Martins. En dat idee van, dan schreef hem dat gewoon op die muur. En dat is eigenlijk ook zo die appropriatie van een ruïne dat er is, dat gewoon door hem even wordt als cultuur voorgesteld, wordt gedocumenteerd. En dat is het. En dat vind ik wel heel interessant. Want dat is ook iets dat hem later hier, daar heb ik een boekje van, het MoMA's, dat is eigenlijk een Museum of Modern Art in Syros. En dat is eigenlijk, dat komt voort vanuit eenzelfde idee. Zijn goede vriend Michel Wurtel heeft daar een buitenverblijf en Kippenberger, door zijn hoge ritme, moest hem af en toe ergens gaan uitblazen. Bijvoorbeeld bij de familie Kreesling, ik denk dat die dicht bij het Zwarte Woud leefde. Of samen met Eulen naar Spanje om even weg te zijn van dat hoge ritme. Maar ook bij Wurtel in Syros, op Syros. En daar heeft hij ook een aantal sculpturale, of twee belangrijke werken gemaakt. En het ene is dat hij daar een onaffe, dus de ruwbouw voor een slachthuis, heeft gevonden. Dat lijkt al meteen op zo'n soort van acropolisachtig iets. Dat is ook niet toevallig in Syros. En dan heeft hij dat geappropriëerd als idee. Heeft zichzelf tot directeur van het MoMA's benoemd en daar ook presentaties gedaan. Hier was de grand opening met een aantal bevriende kunstenaars en mensen die dicht bij hem stonden. Maar wat ik wel interessant vind is dat hem ook een architect volgens mij dat helemaal heeft technisch laten reproduceren, waardoor dat hem ineens krijgt hij een andere ernst, vind ik. Dus normaal komen die tekeningen voor dat gebouw er staat. Nu helpen die tekeningen iets dat eigenlijk onaf is, legitimeren. Of... Dus dat is eigenlijk, dit is eigenlijk een soort van introductiecataloogje van dat museum. En bijvoorbeeld Christopher Wool, die kennen we nog, die heeft daar van die naambordjes voor ontwikkeld. Ik ga eens zien of ik het hier wil doen. Of we zullen het wel tegenkomen misschien. Een logo, een maquette en dan dit bijvoorbeeld, dat is van Woer, die heeft zo pijlen, richtingwijzers op Syros geplaatst. Ik weet niet hoe dat we qua tijd zitten. Dan zou ik nu moeten toch. Er moet op zich niks. Hè. Nee. We kunnen ook nog Mike Kelly eraan bij. Ja. Wel, ik was aan het denken om misschien dan even interpunction nog eens een paar dingen te lezen. Want dit boekje bijvoorbeeld, het is een reissue van een kunstenaarsboek dat hij ook heeft gemaakt, of een publicatie. Dat hij heeft uitgegeven. En eigenlijk zijn dat 67 improved paper tigers, not afraid of repetition. En dat zijn eigenlijk een verzameling aforismen. En die zijn voor het eerst in 87 uitgegeven.
En dat vond ik ook wel interessant, dus dat hij eigenlijk dat hij toch ook de tijd vond om te schrijven. Want en zijn schrijven is heel in korte stoten, zoals je kunt zien, zo stukjes, en dat hem die eerder verzamelt. Dus ik denk dat hem als dichter wel zich beter voelde dan echt een proza schrijver. Maar wat wel geest is om te weten, is dat, dat een van zijn acties was ook naar Parijs verhuizen om daar aan de left bank van de Seine schrijver te zijn. En op een ander moment heeft hij misschien een keer voor een soort van cure gehad. Een cure in Knokke. En heeft hem een ghostwriter gevraagd om iets te schrijven over hoe het eigenlijk wel was in Knokke. Dus dat idee van dat schrijven komt ook wel vaak terug in zijn, tussen al zijn publicaties. Er zijn ook een aantal boeken die uitpuilen van de tekst en waarin beeld afwezig is. Omgekeerd bestaat ook dat hij eigenlijk enkel beeld heeft. Dus ik kan hier zo eens... The first improved paper tiger, not afraid of repetition, Marcus Luperts on the artistic guilty conscience. An artist should never do anything useful. Never wash up or garden. He should do shit or nothing for days. Because this feeds the artistic guilty conscience. One can work best with a guilty conscience. This, of course, is not necessarily true. The second improved paper tiger, not afraid of repetition. The Gurmosov, begrijp ik zelfs niet, impersonates good taste. A popular variation of impersonating existence. The third improved paper tiger, not afraid of repetition. When once again you are standing under a foreign blow dryer and do not know how to compress time and think that going shopping is something useful, and if you would like to find something original, buy Rum Fantasia for someone. Then the someone won't have the responsibility and you have not burdened yourself either. Of course, one can buy flowers, and maybe for a woman who lives on the way home, so you don't have to carry the flowers so long. Fourth improved paper tiger, not afraid of repetition, Kippenberger's better science, feeling, intellect, experience. En zo zijn er 67. Wat misschien wel interessant is aan dit beeld, dat is eigenlijk die tentoonstelling die was getiteld Peter. En Peter is een naam en hij gebruikte dat om iets aan te geven. Een beetje zoals dat misschien, dat sommige mensen zouden kunnen zeggen dat is onnozel, voos, chill, swag. Dus Peter was voor hem iets dat te maken had met hoe dat een kunstwerk functioneerde. En het is mij onduidelijk of dat positief of negatief was bedoeld. Maar in ieder geval heeft hij, natuurlijk met de hulp van assistenten, want dat is iets dat ik zeker moet vertellen, dat men nu intussen spreekt over de Kippenberger model. En dat is dat je assistenten hebt die meewerken, die dat eigenlijk ook hun artistiek identiteit konden behouden, waardoor dat hem een heel eclectische productie had. Dus dat bijvoorbeeld Johannes Wonsijfer, die nu nog ook als kunstenaar nog aan het werk is, dat hij eigenlijk als assistent altijd erbij was en alles mee beleefd, maar dat hij werd gevraagd om zijn interpretatie van wat dat werd besproken te doen en uit te voeren. En een nog een beter voorbeeld is dat van Merlin Carpenter. Dat is ook een kunstenaar. Die heeft hem bijvoorbeeld eens gevraagd. Wat staan die hierin? Die heeft hem eens de opdracht gegeven om echte Kippenbergers te maken.
En dat wil zeggen naar karikaturale, zo van, ja, hoe ziet dat eruit? En... Even zien... Dit moeten we hier te gaan stellen. Ja, hier is wat het voor. Ja, dat zijn eigenlijk deze werken geworden, waarin dat, die dat eigenlijk heel... Maar je voelt, als je de Merlin Carpenter zijn werk nu ziet, dan voelde dat de manier waarop dat hij die verf hanteert, dat hij niet anders kan dat hij dat zo doet. Maar ik vind dat interessant dat de baas eigenlijk zegt, maak nu eens echte kippenbergers. Waardoor dat die heel karikaturaal worden, over de top zijn. En die heeft Kippenberger dan laten reproduceren, fotografisch reproduceren. En uiteindelijk de schilderij zelf geslashed en helemaal vernield en in een zelfgemaakte container gegooid. En daarachter zie je dan de prints van die, de fotoprints van die reproducties. En eigenlijk noemt dat heavy guy, heavy bursje, zware jongen. En dat is een voorbeeld van hoe dat je niet, hè, want vaak heb ik het gevoel dat de assistenten onzichtbaar moeten zijn. Ja, dat is gewoon zodat de kunstenaar zich nog beter kan concentreren op de belangrijke zaken. En ja, dat die echt werken in hun, als een soort van invisible hand. En ik vind het heel spannend dat bij hem, dat de onhygiëne van iemand anders erbij te pakken. Hij is natuurlijk de chef. En dat zijn vaak ook jongere kunstenaars. Want er wordt ook gesproken, je moest wel dat ritme aankunnen. En ja, dat platform zo werkte, dat die echt heel aanvullend konden werken op zijn visie. En afhankelijk, want hij heeft een handvol, de Michael Krebber is een kunstenaar die nu nog een bijzondere rol inneemt in de kunstactualiteit. Johannes Wonsijver, Merlin Carpenter, Ulrich Strotjohan, en er zullen er nog wel meer zijn. En die hebben allemaal iets anders toegevoegd aan die praktijk. En bij de Peter-reeks is dat ook heel zichtbaar. Dus die tentoonstelling bestond uit extreem veel sculpturen. En die, waarin dat dan precies ook formeel... op zoek is gegaan naar wat er eigenlijk bijna een survey van de beeldhouwkunst op die moment. En dat vind ik ook spannend, want dat wil zeggen dat er niet enkel in dat leven zit en iets van het leven wordt gematerialiseerd als een kunstwerk of een geste, maar dat ook de kunstproductie zelf en de artistieke strategieën en tactieken, dat die ook voor hem even reëel zijn en dat hij daar ook nog op ingaat. En daar zit hij dan met die appropriatie in die boeken. En dat een boek, er is Penck heeft zo'n groot boek, en de titel is zoiets, het leven van de arend. En dan zal Kippenberger een kleintje maken dat over Canaries gaat. En dat is eigenlijk een soort van hommage, maar ook niet helemaal. En zo, of Andrew Shea heeft een boekje over allemaal alle dames die in zijn leven zijn aanwezig geweest tot op een bepaald moment. Kippenberger heeft ook vrouwen. En hij geeft dat boek dan uit bij Merve, die bekend staan voor theoretische... Dat is een theoretisch cahier. En dan was zijn oefening zo weinig mogelijk tekst. En dat er enkel Kippenberger staat, zelfs een voornaam eraf. En voor de rest alle vrouwen van zijn leven. En dat zijn van die interessante dingen. En dat apprecieer ik ook wel. En dus die Peter-reeks heb ik het gevoel dat die ook heel sterk was gefocust op wat kunnen we allemaal doen met sculpturaliteit, met materiaal. En dat is wel goed dat dit hier staat, want bijvoorbeeld van deze elementen die zouden er ook in voorkomen. Dus soms bestaande elementen die ook uit de bureaucratische context of een office context, die daar ineens een sculpturale functie kregen. En die reeks, ja, die is fantastisch.
Want hier zie je zo een werk dat daarbij hoort. Dus daar, ja. Maar dat is bijvoorbeeld, want daar zijn dan ook kleine boekjes van gemaakt. En daar moet je dan ook weer eigenlijk een beetje inlezen, want dan ga je op zoek dat die, dat Peter ook iets mee, ja, verwijst naar een figuur of misschien een idee of een stroming. En dat moet je wel lezen. Daarom vind ik het heel spannend om die verschillende boekjes toch eens te kunnen vastpakken, zeker als ze niet in het Duits zijn, want dat kan ik niet goed. Om al die details. Er blijven altijd details opduiken. Ook spannend dat dan die sculptuur dat ik net liet zien, ook in de schilderij dan weer terug kan komen. Waar Kippenberger dan zelf is te zien, met de typische grote witte onderbroek, hoog opgetrokken, zoals een grote voorbeeld Picasso. Dus hij maakt een kalender waarin hij poseert zoals Picasso, die op het eind van zijn leven kon genieten van de successen van zijn grootheid. En Kippenberger sprak over, ik heb een Picasso-complex. He, dat hem echt het gevoel had, ja, ik moet daarover. Picasso, dat stond in de weg. En dan begint hij eigenlijk al met zo die reeks foto's. En dan van die foto's, die sukkelen ook in schilderijen. Wat ook bijzonder is, dat heel een van zijn, ik denk zijn voorlaatste reeks schilderijen, komt hem terug op Picasso en dan schildert hem de weduwe Jacqueline, die eigenlijk is achtergebleven als Picasso stierf. En dat was zijn idee dat hem, dus er is zo'n reeks zwart-wit foto's van een sombere Jacqueline die moet leven zonder Picasso. En dan heeft Kippenberger gezegd er dan heel, vals naïef, ja, ik wilde toch gewoon terug kleur geven aan die vrouw en een schilderij maken dat Picasso niet meer kan maken. Zo dat idee van de dood, de eindigheid. En dat is ook wel straf dat dat zijn tweede laatste reeks is van zijn eigen leven. Maar dus die Picasso, dat vind ik ook wel boeiend, dat die figuur hier opduikt. Dus dat gaan we over. Huisbeelden, lampen. En aan het eind van zijn leven begint hem ook, en ik denk misschien ook naar aanleiding van die Peter-sculptuur, ook iets grotere sculpturale werken en installaties te maken. Waaronder één in een soort van verlaten metrogang in Wenen. Waar een totale deep throat noemt die installatie in het Engels. Ik denk tyfus kelchen in het Duits. En ja, dat zijn ook wel bijzondere werken, hoe dat die van alle uiteenlopende materialen bij elkaar brengen. Misschien toch niet zomaar vinden, vrees ik. Ik kan ook dat die erin staat. Maar dat brengt me misschien wel bij een volgende werk dat ook een heel mooie installatie is. En dat noemt The Happy End of Franz Kafka's America. En dat is eigenlijk een heel bekend beeld volgens mij. Dat is in Rotterdam getoond. Dat is een soort van een mini voetbalveldje waarop een handvol of twee handen vol, zoals ik hier zit, een tafel met twee stoelen. En dat zijn een soort van interview situaties. Dus Kafka heeft veel. Kafka zijn boeken dat wij nu nog kunnen lezen, die zijn omstreden omdat hij eigenlijk niet wilde. Het grootste deel dat die werden gepubliceerd, omdat hem vond dat niks af was of zo. En Kippenberger had het idee om een einde te bereiden aan America, aan dat boek. En die heeft dan een handvol mensen gevraagd om
een mogelijk einde te doen. En ik heb dat boek zelf, ik zal dat moeten lezen, ik heb dat niet gelezen, maar Hans vertelde mij dat boek ook gaat over solliciteren. En dat dit eigenlijk allemaal zo van die sollicitatiemomenten zijn. En dat vind ik echt zo een interessante installatie die daar ook design en stoelen, tafels, wat al een schoon idee op zich is. Maar ook zo het uiteenlopend mogelijke varianten. Dingen dat je zelf maakte of deconstrueerde. Of echt topdesign dat hem erbij intrekt. Ja, dat vind ik wel geweldig. En dan heb je aan de kant een tribune waar dan het publiek kon komen zitten. Dit is in Rotterdam, in het Boymans van Beuningen, in 1994 denk ik. En op die openingsavond werden die voorgestelde dialogen, die werden daar dan performed. En hieronder zie je dat elke kunstenaar of uitgenodigde een publicatie maakte. Dus die publicaties die zijn eigenlijk een aanvulling aan American van Kafka. En hierboven zie je een aantal van die vormgegeven dingen dat hij zelf heeft gedaan of bestaande elementen in heeft geïncorporeerd. Dus dat is echt wel een gigantische installatie. En dan komen we dichterbij, en dat klinkt wat dramatisch, het einde, maar ook van zijn leven. Kippenberg was iemand dat zijn licht, dat de kaars aan de twee kanten aanstak. Ik weet niet of dat is een geëikte uitspraak volgens mij. En dus naast echt heel gedisciplineerd te zijn in zijn tijdsbesteding, dus hoe laat het ook werd, om 8 uur stond hij op. Smiddags deed hem altijd een dutje. Maar dat was wel een verschroeiend hoog ritme van reizen, maken. En daarnaast was hem ook heel barok. Genieten van eten, genieten van drinken. En echt serieus drinken. En ook drinken werd ook een deel van de fuel. Dat hem soms op een andere manier begon te functioneren. En wat interessant is dat in een werk dat hier in België te zien is bij de Herbert Foundation, of Herbert Foundation, is dit Spider-Man Studio. En dat is een werk dat heeft hem voor het eerst getoond in het oude atelier van Matisse. En hij gebruikt eigenlijk zo die typische Franse romantische atelier look, hè, die schuine ramen. Als je daar rondwandelt, dan zie je in de goot ligt een fles vodka, kou. En in het atelier zelf staat een Spider-Man figuur. En hij was geïnteresseerd dat spinnen, dat er experimenten zijn, dat spinnen hun netwerk, hun web, anders beginnen weven als met bepaalde chemicaliën, dus als ze eigenlijk gedrogeerd worden. En dat vond hij interessant. Dus dat je hebt een manier van functioneren die heel cultureel is. Hè. Als we worden opgeleid, van alles aangeleerd, maar er is altijd nog het andere. En dat is grappig, bij Mike Kelly zit dat ook, dat idee van de psychedelics. Hij is opgegroeid in Amerika als jonge gast in de volle tijd van psychedelics, Frank Zappa, in Detroit zelf, MC5, die bekend stonden voor geestesverruimende middelen. En als expansie, niet als puur leisure of ontspanning. Maar echt als een attitude, hier in België ook. Hè. Zo, volgens mij in de 60's zijn er veel kunstwerken gemaakt met LSD of weet ik wat nog. Dat, niet om die dingen natuurlijk te promoten als iets graaf of cool, maar ik vind dat wel interessant dat ons potentieel, hoe dat ons potentieel tot stand komt, cultureel gezien.
En als je denkt aan de Egyptenaren, die deden soms bierfeesten. Een week alles daar op stelte werd gezet. In Latijns-Amerika heb je die bekende ayahuasca-toestanden. Dus eigenlijk het bacchanale werd ingeplant om even een ander deel van je potentieel te onderzoeken. Met alle gevolgen van die, maar er zijn ook gevolgen van soberheid. En in ieder geval is dat wel geestig dat in die Spider-Man-studio staan allemaal schilderijen waar dat dan namen van drugs op geschilderd staan. Dat is niet een promotie ervan, maar ik denk dat dat gaat over de mogelijkheid van andere verbindingen te maken. En mentale verbindingen, maar wat ik ook interessant vind, is ook intermenselijke verbindingen. En dan zitten we echt al bijna op het einde van zijn leven, dan zitten we bij zijn metronet. En de eerste metronet heeft hij in Syros geplaatst op de grond van de Wurtel. En dan later bij een andere bekende in Canada, denk ik. En dan gebruikte hij altijd materiaal dat kon dienen. Hey, dus dit houten logs up north, omdat beton daar zou barsten. In Syros is het echt meer een betonnen constructie, dus dat vind ik wel interessant. En zijn idee is dat is eigenlijk, zijn allemaal metro-ingangen van een netwerk, een mentaal netwerk. Dus je hebt er één in Syros, je hebt er één in Dawson City. Dan heeft hem op den duur er ook verplaatsbaar gemaakt. Ja, deze, dat is voor Leipzig. Leipzig ene. Dan die verplaatsbare, die daar ineens ook een heel ander heel sculpturaal beginnen worden. En op die deur staat NHN. En dat is No One Helps No One. Dus keiner hilft keinem. KH, normaal is het in het Duits, KHK. En dat is het logo van de Lord Jim Lodge. En dat is eigenlijk een secret society waar hij ook lid van was, met onder andere Jörg Schlick, zo'n bende Oostenrijkers vooral. En dat is ook spannend hoe dat. En de bedoeling van die verschillende figuren was dat die moesten dat logo af en toe in hun eigen werk laten opduiken. En dat is natuurlijk voor sommige mensen van. En dat, ja, maar ik vind dat ook een schoon idee dat die een soort van. So, een society is al een netwerk en dat hij het dan koppelt aan een letterlijk netwerk. En op een biennale heeft er eens een keer ook zo'n rooster gelegen waar er af en toe een trein wordt onderkomen. Dat is dan een ingreep. Hè. Dus dat is. En misschien het laatste ding om over te praten, want dat is ook een van zijn laatste reeksen. En die draait rond de Vlot van de Medusa van Géricault. En intussen was hij gehuwd in 1996 met Elfie Semotan. Dat is ook een modefotograaf die als fotograaf nog altijd actief is. En die zit ook bijvoorbeeld bij Gisela Captain, die wordt getoond. En hij was erin geïnteresseerd, want zij was de enige die niet onmiddellijk hem aandacht schonk. Normaal was hij gewoon, en hij zo. Wilde van mij ook geen foto trekken. En zij moest keihard lachen, dat vertelt ze in die derde film. Ik vind dat heel aandoenlijk. En in ieder geval is hem ook naar Oostenrijk verhuisd, afgelegen in een atelier. En heeft Elfie Semotan zo'n reeks foto's van hem genomen, waarin dat hem de poses aanneemt van de verschillende mensen op die vlot. Dus eigenlijk de pathos van het leven. En dat is dan een reeks schilderijen geworden die ja, echt ook wel de moeite zijn. Ja, en dan sterft hij op 7 maart 1997, op 44-jarige leeftijd. Dat is nu ook mijn. Ik ben op 25 maart 44 geworden. En dat is voor mij altijd, natuurlijk bij een kunstenaar als Kippenberger mag er wel wat pathetiek aanwezig zijn. Maar dat is voor mij wel een interessante idee dat als je ziet wat die man gepresteerd heeft op 44 jaar, dat is verbluffend gewoon, vind ik.
Ja, vandaar mijn blijvende appreciatie voor hem. Ik denk dat ik op die manier hopelijk een introductie heb gegeven. Ik had misschien meer... Stel dat ik het zou voorbereiden en proberen iets academischer dat te benaderen, dan denk ik dat ik zou zonder beeldmateriaal, dan zou ik nadenken en denken aan welke begrippen allemaal opduiken. En zo was ik eigenlijk begonnen met hier te schrijven character-driven biography. En dan ben ik gestopt. Goeie stof voor later, dat kan ik dan sowieso. Ja. Nee, enorm merci. Ja, super, ja. Zijn ook wel, ik denk dat er eigenlijk heel veel materiaal is om heel veel vervolgen aan te doen. Ja, maar dat uiveren is ook waanzinnig, hoor. Ja. Dat is waanzinnig. Maar denk jij dat bijvoorbeeld het MoMA's of zo, zou dat dan, want hij verwijst bijvoorbeeld wel vaak naar de kunsthistorie, alleen naar gewoon kunsthistorische elementen, of dan inderdaad Kafka of Jericho of... Maar bijvoorbeeld bij de MoMA's zou dat dan eigenlijk een bewuste ode aan Broodhuis of hommage zijn of zo? Of is dat niet duidelijk? Ik denk, want nog iets anders is dat hem ook in Griekenland, in Athene, werkte hij samen met een galerie. En daar heeft hem ook met Michael Krebber, zijn assistent. Zijn allebei MK, dus je hebt MB en zijn MK. En op die affiche staat MK. En Kippenberger is ook op een bepaald moment heel expliciet met MK beginnen signeren. Zeker als snel moest gaan. En dat is volgens mij expliciet, heeft dat volgens mij met Broodhuis te maken. En ik denk ook dat dat museum, ik denk niet dat je zegt, ah, ik ga dat ook doen. Maar vanaf... Dat is veel later ook. Ja. En vanaf dat in uw systeem zit... Zijn handelen is geïnformeerd door alles wat hem ooit zag, dat van ons ook trouwens. Want bijvoorbeeld die paletten. Ik heb in 2019 bij de Plus One een galerie gevuld met paletten, maar niet bewust hieraan gedacht als uitgangspunt. Maar het kan niet anders dan dat mijn gevoeligheid voor dat palet visueel en de mogelijkheid van dat te zagen, want hij toont resultaten van maquettes die gemaakt worden door weg te nemen, dus bijna beeldhouwkundige kapmaquettes. En heel die geste dat ik doe, gaat over het tunnelen. Dus die tentoonstelling, er zijn twee werken waar ik die tentoonstelling expliciet aan kan linken. Aan maar jij hebt er meer een omhulsel mee gemaakt en hij maakt er eigenlijk meer die versie van het omhulsel. Ah wel, ik vulde het volume en hij suggereert de pijl. Maar ja, dat is voer natuurlijk om over te beginnen fantaseren, want ik doe dat niet expliciet. En dan dit werk, dat is eigenlijk, dat gaat over dat mijnen. Mining, tunneling, delving. En zijn vader was eigenlijk directeur van zo'n mining site. Dus dat idee van in de grond gaan en zoeken, gekoppeld natuurlijk aan die bekende... noemt dat nou wel? Industriële archeologie, fotografie, van de Becherschule ook, de Bechers, de koppel die allemaal, die heel Duitsland rondgingen om die strakke, eigenlijk, sculpturen te registreren. En hij maakte dan zo'n mijngang van, die dat dan spaghetti noedels vindt. Maar dat, ja, dus ik denk dat veel werk dat ik doe, expliciet geïnformeerd is door Kippenberger, Polke, Mike Kelly, Paul McCarthy, noem maar op. Maar dat je nooit, en dat is misschien het verschil tussen wetenschap en academische, is dat je expliciet citeert. En misschien is het artistieke via het metabolisme, zoals Jolanda Meijsen dat schoon zegt. Dus dat kennis, ik ben geen promotor van kennis, expliciet, van je moet lezen en je moet leren. Ik ben een promotor van vertrouwen in een genot van in de wereld te zijn en dat je geïnformeerd geraakt. En dan zit volgens mij, die kennis zit misschien hier, maar wat als je iets kunt in je systeem krijgen?
dan is dat, zit dat nog op meer plekken en dat interesseert mij. En ik denk dat dat niet voor niks is dat die beide kunstenaars ook een hele fysische, tastbare praktijk hebben. En je hebt ook kunstenaars die volledig in dat mentale zitten, ook boeiend, hè? Want in dat niet tastbare, als je dat als nul graad van het tastbare ziet, hoe? Dat gaat helemaal aan de andere kant. En dus maar ik denk dat bij hem, Boys, soms doet de dingen zonder dat je dat expliciet bedoelt. En af en toe pakten ze direct aan. Hij heeft ook een paar voorstellen van Boys gecounterd. Boys zegt, jeder mens is een kunstler. Hij zegt, jeder kunstler is een mens. En zo bijvoorbeeld. En dat is expliciet. Maar ja, dus dat zou wel spannend zijn om eens, ik weet niet wie dat er op de hoogte is van het denken hier rond, of wanneer dat is ontstaan. Maar ja, als ik een leeg nu op het zuid heb, de Bed Kiel, een bouw die helemaal in ontbinding staat, die staat als ruwbouw, ja, ik denk direct aan dit, visueel en structureel. Dus ja, amai. Dat is wel, ik wel goed, hè. Dat is een lachband eigenlijk, staat hier anders. Dat vind ik wel goed. Nee, super, merci. Ja?